Peppa Pig. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is Mama Pig. En dit is Papa Pig. Peppa Pig. De bibliotheek. Het is bedtijd. Welterusten, Peppa. Welterusten, George. Wil je alsjeblieft nog een verhaaltje lezen? Oké. Ik lees uit het Rode Aapje boek. Maar mama, dat lezen we toch altijd al? Het Rode Aapje gaat in bad, poetst zijn tanden en gaat naar bed. Ja. Dat is wat er gebeurt. Mogen we dan een ander verhaaltje? De blauwe tijger en de groene spin en de oranje pinguïn. Oh, welk boek is dit dan? De wondere wereld van beton. Oh, dat boek was ik kwijt. Is dat soms jouw boek, papa? Nee, dat heb ik geleend van de bibliotheek. Wat is dat, een bibliotheek? Dat is een plek waar je boeken kunt lenen. En als je ze gelezen hebt, breng je ze weer terug. Maar papa Big is vergeten om dit boek terug te brengen. Ik heb het inderdaad al behoorlijk lang. Het geeft niet. Je kunt het morgen terugbrengen. Maar nu is het echt bedtijd. Eerst het verhaaltje van papa voorlezen. Het is niet echt een verhaaltje, Peppa. Oh, lees nou voor, papa. Oké. De wondere wereld van beton. Beton is een constructiemateriaal gemaakt van zand, water en chemische toevoegingen. Hoofdstuk 1. Zand. Peppa, George en mama Big zijn in slaap gevallen. Het is ochtend. Peppa en haar familie gaan naar de bibliotheek. Wauw, wat zijn hier ontzettend veel boeken. Sst, Peppa. In een bibliotheek moet je stil zijn. Waarom? Omdat mensen hier komen om te lezen en stil te zijn. De volgende! Mejuffrouw Konijn is de bibliothecaresse. Hallo, mama Big. Brengt u deze boeken terug? Ja, mejuffrouw Konijn. Uitstekend. Waarom piept de computer de hele tijd? Het lijkt wel of je stout bent geweest en het boek te lang hebt geleend. Ik heb dit boek inderdaad een beetje te lang geleend. Rustig maar, papa Big. Zo erg kan het niet zijn. Hemel! Papa Big, u heeft dit boek wel 10 jaar geleend. Stoute papa! Sorry, mejuffrouw Konijn. Het is niet zo erg. Nu kunt u weer een ander boek lenen. Mejuffrouw Konijn, mogen George en ik ook een keer een boek lenen? Ja hoor. De kinderboeken staan allemaal hier. Oh, kijk! Veeën, bloemen, hele mooie jurken. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Henkie. Ik ga een boek lenen dat over voetbal gaat. Hallo, Peppa. Hallo, Susie. Ik heb een boek over verpleegsters. George heeft een boek over dinosaurussen. Dinosaurus. Kijk wat ik heb gevonden. Nieuwe avonturen in de wereld van beton. Hier is een rood aapje boek. Nee, ik wil geen rood aapje boek. Dat is echt heel saai. Maar dit is een ander verhaaltje. Misschien is het leuker. Ik weet bijna zeker van niet. Lang geleden was er eens een rood aapje. Hij ging in bad, poetste zijn tanden en ging naar bed. Nee, hij sprong in een ruimteraket en ging naar de maan. Hij ging picknicken met een dinosaurus en zwemmen in de zee. En hij beklom de hoogste berg. Dat was een drukke dag. Afgelopen. Wauw, nog een keertje. We kunnen het lenen en het thuis lezen, Peppa. Maar ik wilde eigenlijk liever dit boek of dit boek. Je mag wel 3 boeken meenemen, Peppa. Yippie! Maar je moet niet vergeten ze op tijd terug te brengen. Ja, mejuffrouw Konijn. En u moet ook niet vergeten om uw boek terug te brengen, papa Big. Ik zorg wel dat papa eraan denkt. Ja, Peppa, dat geloof ik zeker. Werk en spel. Het is een mooie zonnige ochtend. Ah, wat een fijne dag om lekker te luieren. Papa Big is dol op luieren. Papa, ga je niet naar je werk
vandaag? Nee, Peppa. Het is zaterdag. Op zaterdag werkt papa Big niet. Papa Big? Je komt te laat op je werk. Maar het is zaterdag, mama Big. Of niet? Nee, het is vandaag donderdag. Oh. Op donderdag werkt papa Big wel. Tot later. Tot ziens. Arme papa, hij moet werken. Wat fijn, mama, dat jij de hele dag thuis mag spelen. Ik speel niet, hoor. Ik ben aan het werk op mijn computer. George wil het blije mevrouw kipspel spelen. George, we kunnen het blije mevrouw kipspel spelen als ik klaar ben met werken. Oh. Mama Schaap en Susie halen Peppa op om naar school te gaan. Nee. Hallo, Peppa. Hallo, Susie. Heel veel plezier op school. Tot ziens, mama. Werk hard. Mevrouw Schaap, werkt u vandaag? Of speelt u? Het wordt vandaag voor mij heel hard werken. Nee. Ik ga naar de sportschool. Wat doet u dan in de sportschool? Rennen, fietsen, touwtjes springen. Mama, dat is geen werk. Dat is spelen. Peppa en Susie komen aan op school. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Hallo Susie. Joehoe, kinderen. Vandaag spelen wij winkeltje. Oeh. Wie wil de winkelier zijn? Ik. Peppa en Susie mogen de winkelier zijn. Alle andere kinderen zijn de klanten. Peppa en Susie spelen dat ze een winkel hebben. Wat moeten we nu doen, Peppa? Ik neem het geld wel, Susie. Dan mag jij de vakken vullen. Oké. Henkie Hond is de eerste klant. Hallo, winkeljuffrouw. Hallo, meneer Hond. Mag ik wat koekjes, alstublieft? Susie, hebben wij ook koekjes in de winkel? Nee, maar wel een speelgoedtelefoon. Wat kost die telefoon? Dat is dan 100 euro, alstublieft. Dank u wel, hoor. Volgende graag. Nee. Hallo, winkelier. Mag ik misschien een broodje van u? Nee, maar ik heb wel een speelgoedhuis. Wilt u er een tasje bij, meneer? Ja, graag. Dat is dan 1 cent, alstublieft. Oh, ik heb niet genoeg geld bij me. Dan betaalt u als u de volgende keer komt. Tjonge, dit is hard werken. Ja. Hallo, winkelier. Wat kan ik kopen voor 1.000.000 euro? Susie? Wat hebben wij voor 1.000.000 euro? Een wortel? Ja, graag. Kelly Konijn is dol op wortels. Tijd om naar huis te gaan. Papa Big komt Susie en Peppa ophalen. Papa, heb je vandaag een drukke dag gehad? Ja, ik heb heel erg hard gewerkt. Wij hebben ook heel erg hard gewerkt, hoor. Wij moesten werken in de winkel. Bla, 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 bla. En klaar. En printen. Mama Big is klaar met haar werk. Oké, George. We kunnen nog net 1 spelletje spelen van Blije Mevrouw Kip. Dat hebben we wel verdiend. Blije mevrouw Kip aan het spelen. Ja, omdat George en ik klaar waren met ons werk. Ja toch, George? Iedereen is klaar met werken, dus laten we allemaal gaan spelen. Kompost. Papa Big maakt groentesoep voor de lunch. Papa, mag ik helpen? Ja, graag, Peppa. Zou jij al deze groentenresten weg willen gooien? Oké. Wacht even, Peppa. Groenteschillen gaan niet in de gewone bak. Die gaan in deze bruine bak. Oeh, nana. Heel goed, George. Dat is een bananenschil. En er zitten uien en wortels en allerlei andere fruit- en groenteresten in die bak. Opa en oma zijn er vast blij mee. Maar mama, eten opa en oma Big dan alleen maar aardappelschillen?
Nee, Peppa. Die zijn voor opa's tuin. Daar gaan de planten van groeien. Oh. We brengen het na de lunch naar hem toe. Oh, joepie. Mama Big, Peppa en George nemen de groenteschillen mee naar het huis van opa en oma Big. We zijn er. Hoera! Opa Big. Opa Big. Kijk, we hebben een cadeautje voor je meegenomen. Ah, groenteschillen. Fantastisch. Die vindt mijn tuin vast lekker. Kan jouw tuin dan groenten opeten? Oh, nee, Peppa. Deze schillen ga ik op mijn composthoop gooien. Wat is dat? Kom maar mee. Hier is het. Maar dat is een houten kist. Ja, Peppa. Maar het is een hele slimme houten kist. Ik gooi deze schillen er bovenop en uit de onderkant komt prachtige, rijke grond. Dat is compost. Maar hoe kan hij dat dan? Is het soms een toverkist? Oh, nee, Peppa. Ik heb wat kleine vriendjes die hem een handje helpen. Waar? Hier in de kist. Kijk. Ah, kronkelwormen. Kronkel, kronkel. De wormen maken van alle groenten en fruit compost. Opa, mogen wij meer kronkelwormen zoeken voor die composthoop van jou? Wat een goed idee. Kom mee, George. We gaan meer kronkelwormen zoeken voor opa. Een kronkelworm. Kronkel, kronkel. Kleine kronkelworm, kleine kronkelworm, hoe gaat het nou? Ik hou van jou, kleine kronkelworm. Heel goed. Wees een hele brave kronkelworm en maak alsjeblieft van de schillen compost. En dan gebruik ik de compost om... Ik weet het, ik weet het. Je stopt een zaadje in de grond en dan bedek je het met compost en dan kan er een boom groeien. Ja, Peppa. Over bomen gesproken, wij moeten oma Big gaan helpen. Zij is fruit aan het plukken in de boomgaard. Wat is dat, de boomgaard? Daar vind je fruitbomen. Deze boomgaard was er al toen ik een biggetje was. Hallo, oma Big. Oma Big. Komen jullie me helpen met appels plukken? Ja, oma. Oh, de appels daar zitten veel te hoog. Wacht maar, Peppa. Opa en oma kennen een trucje om de appels te pakken. We houden allemaal de boom goed vast. We tellen tot drie en dan schud je de boom zo hard als je kunt. 1, 2, 3. Het regent appels. Oma, mogen wij misschien een appel, alsjeblieft? Natuurlijk, Peppa. Smaakt heerlijk. En weten jullie ook wat wij gaan doen met de klokhuizen? Konkel, konkel. Heel goed. De klokhuizen gaan op de composthoop voor de wormen. Heel slim hoor, George. En ook slimme kronkelwormen, opa. Prinses Peppa. Het is bedtijd voor Peppa en George. Slaap lekker, kleine biggetjes. Opa en oma Big komen eten. Hallo. Hallo. Waar zijn Peppa en George? Die slapen al. Oh, maar ik wilde ze zo graag zien. Mag ik even kijken? Oké, oma Big. Maar doe alsjeblieft zachtjes. Oma Big! Oma Big! Hallo, kleine lieverds. Jullie zouden moeten slapen. Vertel een verhaaltje. Oké, maar alleen als jullie beloven om meteen weer te gaan slapen. Wij gaan slapen. Maar eerst het verhaaltje. Goed dan. Heel lang geleden was er... Een kleine jongen. En die heette Pedro Pony. En hij vond een toverboon. Oh ja. Pedro plantte de boon. En die groeide uit tot een enorme bonenstaak die hoog de lucht in ging. Dat klopt. Pedro klom naar de top van die bonenstaak en vond daar... Een vreselijke grote reus. Maar dat wil ik niet.
Ik wil een prinses. Oh, juist. Daar vond hij een prachtige prinses genaamd Peppa. En heer George, de dappere ridder. En een kok. En die maakt het allerlekkerste eten van de wereld. Mama Big, papa Big en opa Big wachten tot ze kunnen eten. Ik ga eens kijken waar oma Big blijft. En hoe gaat het verhaaltje verder? Stoute oma Big, je hebt ze wakker gemaakt. We zouden gaan slapen als het verhaaltje uit was, opa. Ik kan goed verhaaltjes afmaken, oma Big. Ga maar naar beneden. Ik kom zo. Er is een jongen, een bonenstaak, een beeldschone prinses, een dappere ridder en een kok die heerlijk eten klaarmaakt. En toen ze het heerlijke eten op hadden, viel iedereen in slaap. Afgelopen. En toen werden ze weer wakker en kwam er een tovenaar. Een tovenaar? Ja, een tovenaar. En die gaf een hele grote goochelshow. Ah, maar... En toen kwam er ineens een hele enge draak. Oma Big, mama Big en papa Big wachten nog steeds met eten. Oh, dat verhaaltje werkte geloof ik niet helemaal. Ik ben heel goed in verhaaltjes vertellen. Ik heb die kleintjes zo in slaap. Ah, een hele enge draak! Peppa, George, hup naar bed. Maar opa heeft het verhaaltje nog niet afgemaakt, papa. Ik maak het verhaaltje wel af. Ik kom zo naar beneden. Oké, er is een jongen, een bonenstaak, een kasteel, een beeldschone prinses, een dappere ridder, een kok, een tovenaar en een hele enge draak. En een superhongerige koning. Dus ze aten allemaal hun buikje rond en leefden nog lang en gelukkig. En nu slapen. En toen gaf ze een feestje. Oh. En al hun vrienden kwamen. Ja! Goed, ik geloof dat ik maar even ga. Papa Big. Ze slapen al bijna. Bedankt. Ik neem het nu wel over. Jij moet het verhaaltje afmaken, mama. Dat is goed, maar snel dan. Wat is er allemaal gebeurd? Er was eens lang geleden, in vroegere tijden, ver in de geschiedenis... Mama Big is nu wel heel erg lang boven. Ik hoor iemand snurken. Eindelijk! Peppa en George liggen te slapen. En ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. Zo, einde. Peppa? George? Zachtjes, mama zit te slapen. Ik geloof dat prinses Peppa hier het beste verhaaltjes kan vertellen. Precies, dat klopt. Schudden, rammelen en slaan. Peppa en haar vrienden zijn op school. Luister, kinderen. Vandaag gaan wij leren over instrumenten die je kan schudden, rammelen en slaan. Hoera! Eerst mogen jullie een instrument kiezen uit het muzieklokaal. Ik heb trommels. Die trommels noem je bongo's, Enkie. Daar sla je op met je handen. Kijk zo. Kijk, ik heb een platte bongo gepakt. Dat is een boran uit Ierland. Daar sla je op met een klein stokje. Kijk zo. Ik heb een tamboerijn. Heel goed, Pedro. Je kunt hem ook schudden. Kijk zo. Oeh. Ik heb een grote trommel. Aha, dat is de beestdrum. Miauw. Ik weet niet hoe je dit noemt, mevrouw, maar het klinkt rasperig. Dat, Kaatje, noem je een güiro. En die komt helemaal uit Zuid-Amerika. Wauw! Hoe komt die dan hier? Ik heb hem meegenomen van vakantie. Wat zijn dit nou? Dat zijn maracas. Die heb ik meegenomen van mijn vakantie in Spanje. Wat ik hier heb, is een triangel. Mijn vader verkoopt triangels in dozen van 10 stuks, weet u? Dank je, Victor. Dat zal ik onthouden. En je hoeft er niet voor op vakantie te gaan om ze te halen. Dank je. Wat zijn deze dingen? Dat zijn castagnetten.
Mijn vader verkoopt die dingen ook in dozen van 5 stuks. Dank je, Victor. Olé! Zo speel je dus op de castagnette. Alsjeblieft, Olivia. En moet ik er dan ook bij dansen? No. Maak alleen het klikkende klakgeluid. Ah, ik zie dat Kelly de bekkens heeft. Ja! Nu jullie weten hoe de instrumenten klinken, kunnen we allemaal samen gaan spelen. Sta klaar? Voor de start af! Stop, stop, stop! Dat is geen muziek, dat is alleen herrie. Iedereen kan ergens op timmeren. Maar om muziek te maken, moet je naar elkaar luisteren en in de maat blijven. Mevrouw Gazelle, ik kan niet luisteren en muziek maken. Kun jij klappen? Ja. Als jij kan klappen, dan kan je muziek maken. Alle meisjes mogen mij nadoen. Nu de jongens. Mevrouw Gazelle heeft muziek gemaakt van het klappen. En stop. Nu gaan we de instrumenten bespelen, maar dan samen. Miauw. De ouders komen de kinderen ophalen. Ah, jullie zijn net op tijd. Mag ik jullie voorstellen aan het Skut, Rammel en Slakorkestje? Hoera! Kinderen, zijn jullie er allemaal klaar voor? Bravo! Misschien wil een van mijn vroegere leerlingen ook wel meedoen. Zoek jullie instrumenten, kinderen. Ja, mevrouw Gazelle. Mevrouw Gazelle gaf alle papa's en mama's ook les toen zij nog klein waren. Het is best moeilijk, papa. Kijk, ik zal het een keer voordoen. Eens even kijken of ik het goed begrijp. Papa, je kan op het drumstel spelen. Ja, ik ben inderdaad nogal goed in drummen. Dat is mooi skudden, rammelen en slaan. Nu een melodie. Mijn vader kan schudden, rammelen en slaan. De geheime club. Peppa gaat bij Susie schaap spelen. Hallo Susie. Hallo Peppa. Waarom heb je eigenlijk dat masker opgezet? Dan weet niemand dat ik het ben. Ik zit in een geheime club. Oh, mag ik ook in jouw geheime club? Sst, het is niet makkelijk om erin te komen. Dat kan alleen maar met het geheime wachtwoord. Welk wachtwoord? Flobbedobbel. Flobbedobbel? Ja, je zit erin. Henkie Hond komt ook spelen. Hallo Peppa. Hallo Susie. Sst. Wat is er? Ik zit in een geheime club. Ik zit er ook in. Pedro Pony, Kaatje Kat en Kelly Konijn komen ook spelen. Hallo. Susie en Peppa zitten in een geheime club. Mogen wij ook in jullie geheime club? Maar het is wel heel moeilijk om erin te komen. Dat kan alleen met het geheime wachtwoord. Shalamakookie. Shalamakookie? Dat is niet het wachtwoord wat ik zei. Het verandert de hele tijd om het geheim te houden. Ah. Zitten wij nu ook in een geheime club? Zeker weten. Wat moeten we doen? We doen geheime dingen. Die doen we in het geheim. En we gaan in het geheim op geheime missies. Ik weet echt niet waar je het over hebt. Wil je laten zien hoe je een geheime missie doet? Ja, laat zien! Peppa kan het voordoen. Maar jij hebt toch het masker op, Susie? Oké, mijn geheime missie is om koekjes te gaan halen. Let goed op. Susie Schaap probeert niet gezien te worden. Mama, mag ik wat koekjes voor mijn vrienden, alsjeblieft? Natuurlijk. Neem maar mee. Bedankt, mama.
Suzie Schaap is terug met de koekjes. Hoera! Hoera! Hé, hey, Suzie, heeft niemand je gezien? Nee, nou, alleen één volwassene. Kijk uit! Willen jullie misschien wat te drinken bij de koekjes? Welke koekjes? De koekjes die je net hebt gekregen voor je vrienden. Oh, Suzie! Wat is er aan de hand? We zitten in een geheime club en doen geheime dingen. En Suzie heeft het aan iedereen verteld. Oh, mag ik ook in jullie geheime club? Alsjeblieft, ik heb altijd al in een geheime club willen zitten. Het is wel heel moeilijk om erin te komen. Dat kan alleen met het geheime wachtwoord. En dat is? Pika Needle Noodle. Pika Needle Noodle? Precies. U zit erin. Oeh, en wat gaan we nu doen? Kijk uit. Daar is papa Big. U moet mijn papa afleiden. Maar mama, vertel hem niets over onze geheime club. Hallo. Ah, daar bent u, mama Schaap. Nog nieuws? Geheime club. Oh, nee. Oeh, ik heb altijd al in een geheime club willen zitten. Zou ik er ook bij mogen komen? Je kan er niet bij, papa, want jij bent een volwassene. Mijn mama is een volwassene. Nou, het kan alleen maar met het wachtwoord. En dat is? Peppa Diddle Doodle Dam. Peppa Diddle Doodle Dam? U zit erin! Wat moet ik nu doen? Kijk uit! Daar is mama Big. Je volgt mama, maar wel in het geheim. Papa Big? Ah, hallo mama Big. Wat doe je daar in de bosjes? Geheime club. Oh. Ik heb altijd in een geheime club willen zitten. We kunnen niet iedereen toelaten in onze geheime club. Nee, want dan is het niet meer geheim. Oh. Maar misschien hoeft het niet echt een geheime club te zijn. Dan wordt het de geheime club van iedereen. Ja, papa, en dan mag iedereen erin. Oh, joepie. De vrije dag van mejuffrouw Konijn. Peppa, George en Suzie Schaap hebben bij Kelly Konijn gelogeerd. Wat is het toch lekker om wortels voor het ontbijt te eten, mama Konijn? Ja, we hebben altijd wortels voor het ontbijt. Ik kan wel de hele dag wortels eten, maar ik moet nu naar mijn werk. Nog een fijne dag. Tot ziens. Mama Konijn, waarom werkt u eigenlijk niet? Ik werk wel, Suzie. Wie denk je anders dat er voor deze twee konijntjes zorgt? Dat doe jij, mama. En jullie kunnen me helpen door het speelgoed op te ruimen, voordat iemand erover struikelt. Daar zal je mijn zus hebben. Hallo. Hallo, mejuffrouw konijn. Tante. Ik kan niet zo lang blijven. Ik heb vandaag veel werk te doen. De kassa van de supermarkt, de ijskookkar en ik moet de bus besturen. Dus tot later dan, zusje. Dag, zusje. Oeps, oh! Mejuffrouw Konijn is gestruikeld over speelgoed van Karel. Oh, mijn enkel. Ik kan nog wel hinkelen naar mijn werk. Jij blijft hier. Je moet beter worden. Maar ik heb nog zoveel werk te doen. Ik zal je werk voor je doen vandaag. Wat moet er eerst gebeuren? De supermarkt. Oké. Kelly, jij zorgt voor je tante. Ja, mama. Mama Konijn is aangekomen bij de supermarkt. Gelukkig dat u er bent, mejuffrouw Konijn. Mejuffrouw Konijn is ziek. Ik zal vandaag haar werk doen. Bent u niet, mejuffrouw Konijn? Nee, ik ben haar tweelingzus, mama Konijn. Moet ik hier gaan zitten? Ja. Heeft u ooit eerder aan de kassa gezeten? Nee. Wat kost die jam? Oh, ik weet het niet. Ik heb een kortingsbon. Neemt u boekenbonnen aan? Kan ik ook met pin betalen? Suzie Schaap draagt haar verpleegstersuniform. Geen paniek. Ik ben alleen maar een nepzuster. Steek uw tong uit en zeg ah. Met het huis van Kelly Konijn. Met wie spreek ik alstublieft? Met mama Konijn. Gaat alles goed daar? Ja. Mooi, want dit werk duurt vast nog de hele dag. Maar het andere werk van mejuffrouw Konijn dan? De ijskookkar van mejuffrouw Konijn. Papa, waarom ben jij nu een ijsje aan het kopen?
Oh, Peppa, ik was op weg naar de sportschool en toen kreeg ik zomaar ineens trek in een ijsje. Mejuffrouw Konijn is ziek, dus de ijsjes moet jij vandaag verkopen. Hoho, ik ben heel erg goed met ijsjes. Mag ik misschien een kersenijsje? Aardbeien, vanille, chocola, banaan. Met pistache en aardbeien graag. Ah, aardbeien. Oh, het is gesmolten. Wilt u dan niet liever ijsjesoep eten? Huh? Met de auto per hulp van opa hond. Mejuffrouw Konijn is ziek. Kunt u vandaag haar bus besturen? Natuurlijk, Peppa. Allemaal instappen. De auto van mama Schaap is kapot gegaan. Met de auto per hulp van opa hond. Kunt u mij komen helpen? Ik kom er meteen aan. Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor het ongemak dat hierdoor ontstaat tijdens uw reis. Buschauffeur zijn is best moeilijk. Ijsjes verkopen is best moeilijk. Aan de kassa werken in de supermarkt is best moeilijk. Ik voel me al wat beter. Mag ik nou opstaan? Nee, u moet echt heel stil blijven liggen. Maar alstublieft, blijf doorademen. Gaat het al wat beter, mevrouw Konijn? Het is niet makkelijk om al jouw werk te doen. En het is niet makkelijk om voor jouw konijntjes te zorgen. Je gaat toch morgen weer aan het werk, of niet soms? Ja, en jij bent morgen weer thuis, of niet? Ja. Ziekenhuis. Het is pauze op school. Peppa en haar vrienden rennen rond en hebben plezier. Auw, dat doet pijn. Oh, gaat het wel, Peppa? Nee, mijn knie doet pijn. Mevrouw Gazelle, Peppa is op haar knie gevallen. Je knie is alleen geschaafd, Peppa. Eerst maakt mevrouw Gazelle de knie van Peppa schoon. Dan doet ze er een pleister op. En voelt het zo beter? Ja. Dank u wel. Zo, kinderen. Jullie hebben misschien gemerkt dat Pedro Pony niet op school is. Is hij weer te laat? Nee, Suzy. Pedro ligt in het ziekenhuis. Wow. En wij gaan vandaag bij hem op bezoek. Dit is het ziekenhuis. Peppa en haar vrienden gaan bij Pedro Pony op bezoek. Denk eraan, kinderen. Blijf dicht bij mij. Ik wil niet dat iemand zoek raakt. Ja, mevrouw Gazelle. Neem me niet kwalijk, meneer Stier. Weet u waar de kinderafdeling is? De trap af, dubbele deuren, rechts, links, rechts, door de gang, de trap op, derde van links. Ah. Of jullie nemen gewoon de lift hier. Kinderafdeling. Pedro zal vast wel slapen. Zieke mensen slapen altijd heel erg veel. Hallo allemaal. Hallo Pedro. Waarom slaap jij nog niet? Je ziet er niet ziek uit. Mijn been is gebroken en de dokters hebben er dit gips om gedaan. Wauw. Door het gips kan het been van Pedro weer genezen. Ik heb mijn knie geschaafd en nu heb ik een pleister. Wauw. Willen jullie misschien iets tekenen op mijn gipsbeen? Ja, graag. De kinderen tekenen allemaal iets op het gips van Pedro. Ik teken een voetbal. Ik teken een bloem. Meneer Pomfrito. Een papagaai. En ik teken hier een modderpoel. Wauw, dank je wel allemaal. Jij mag ook iets op mijn pleister tekenen. Oké, ik teken een bloemetje. Dank je, Pedro. Pedro, hoe is het hier in het ziekenhuis? Geweldig! En hoe zijn de verpleegsters? Ze geven me stickers! Wauw! En ze komen als ik op deze knop druk. Zo! Ik vraag me af wie dat is. Is het misschien Pedro? Wat is er, Pedro? We hebben het heel erg druk. Ik heb een klein beetje jeuk. Ook al heb je jeuk aan je been, we kunnen het gips er niet afhalen totdat je been genezen is. Oh, maar ik heb geen jeuk aan mijn been, maar hier aan mijn oor.
Is dit beter? Ja, dank u. Lunchtijd. En wat wil je vandaag eten, Pedro? Mag ik alstublieft spaghetti met een cakeje toe? Krijg jij je eten op bed? Ja. Dat ziet er goed uit. Dokter Bruinbeer komt kijken hoe het met Pedro gaat. En hoe gaat het met je, Pedro? Mijn oor jeukt een klein beetje. Kijk hier. Volgens mij ben je bijna beter. Het bezoekuur is voorbij. Dag, Pedro. Dag, allemaal. Word snel beter, Pedro. Ja, mevrouw Gazelle. Het is weer een schooldag. Peppa en haar vrienden spelen op het speelplein. Mevrouw Gazelle, mijn pleister is er afgegaan. Mag ik nu een nieuwe pleister? Je hebt geen pleister nodig, Peppa. Je knie is beter. Oh ja. Hallo allemaal. Pedro Pony is terug. Oh, hallo Pedro. Waar is je gips gebleven? Dat is eraf omdat mijn been weer beter is. Is je been dan nu weer sterk? Het is veel sterker dan het eerst was. Het is een superbeen. Kan je er al op rennen? Let op! Nee. Pedro is dol op rondrennen en spelen. Iedereen is dol op rondrennen en spelen. Fluiten. Het is een mooie zonnige dag en papa Big leest de krant. Papa, wat ben je daar aan het doen? Ik lees de krant, Peppa. Je bent een gek geluid aan het maken. Dat heet fluiten. Oh. Fluiten is leuk. Probeer het ook eens. Ik weet niet hoe dat moet. Het is makkelijk. Je maakt een rondje van je mond en je blaast. Probeer eens een kleiner rondje te maken. Kijk zo. En dan kun je een liedje fluiten. Oh, ik heb hier niet de goede mond voor. Je mond is prima. Je moet gewoon oefenen. Het is onmogelijk. Het kost tijd om moeilijke dingen te leren, zoals fietsen zonder zijwieltjes of piano spelen. Ik heb er jaren over gedaan voor ik met mijn oren kon wiebelen. Wauw. Mama Big is in de keuken koekjes aan het bakken. Hé, hey, wat doe je, Peppa? Ik wil leren fluiten. Oh, ik snap het. Mama, kan jij fluiten? Geen idee. Nooit geprobeerd. Je moet daar heel goed voor oefenen. Oh ja. Mama Big kan fluiten. Jij kan fluiten omdat je oud bent, mama. Dank je, Peppa. Boom. George is in zijn kamer en speelt met zijn speelgoedraket. George, ik ben aan het leren fluiten. Eerst moet je een rondje van je mond maken en dan blazen. Het geeft niks, George. Het is bijna onmogelijk, net als wiebelen met je oren. George kan met zijn oren wiebelen. Nou, fluiten is moeilijker. George kan fluiten. Oh. Wat is er, Peppa? Ik kan niet fluiten, maar alle anderen kunnen het wel. Dat geeft niet. Ik bak koekjes. Wil jij de lepel aflikken? Nee, dank je, mama. Mag ik Susie Schaap misschien even bellen? Ja hoor, Peppa. Nee. Hallo, mevrouw Big. Hallo, mevrouw Schaap. Mag Peppa met Susie praten? Hallo, Susie. Hallo, Peppa. Wat ben je aan het doen? Ik wil leren fluiten, maar het wil nog niet lukken. Dat klinkt moeilijk. Het is echt onmogelijk. Kan jij fluiten, Susie? Nee. Gelukkig. Ik bedoel, het is jammer dat je niet kunt fluiten, maar fijn omdat ik het ook niet kan. Maar wat is fluiten eigenlijk? Je maakt een rondje van je mond en blaast.
Bedoel je zo? Hallo, Peppa? De koekjes zijn klaar. Oh, joepie, koekjes. Ze zijn heet. Je moet even blazen. Wil jij geen koekje, Peppa? Nee, dankjewel, mama. Ik denk maar dat ik naar buiten ga om een tijdje helemaal alleen te zijn. En kun je nu al fluiten, Peppa? Het heeft geen zin, papa. Ik zal nooit leren fluiten. Echt nooit. Maar heb je dan wel geoefend? Ja, vaak. Maar toch lukt het niet. Je moet uitrusten, Peppa. Hier, neem een koekje. Het is heet. Je moet blazen. Oh, wat was dat? Nou, het klonk alsof je aan het fluiten was. Wat een mooi liedje. Peppa weet nu hoe ze moet fluiten. Ik kan fluiten. Gymles. Peppa en haar vrienden gaan vandaag naar gymles. Eens zien of jullie allemaal gymkleren aan hebben. Pedro heeft zijn superheldenpak aan. Pedro, waar zijn jouw gymkleren? Die heb ik thuis gelaten. Ik dacht dat we ons vandaag mochten verkleden. Volg mij maar, kinderen. Dit is de sportschool waar papa's en mama's komen sporten en plezier hebben. Hebben jullie het leuk hier? Ja, heel erg leuk! Vandaag krijgen jullie gymles van Opie Konijn. Waar is hij? Hallo, kinderen. Zijn jullie klaar om te gaan sporten? Ja, Opie Konijn. Moeten wij dat straks ook doen? Nee, dat is alleen voor grote atleten zoals ik. Niet voor kleine ontdekkers zoals jullie. Wij zijn geen ontdekkers. Ik ga ontdekkers van jullie maken. Maar jij? Jij ziet eruit als een superheld. Het is maar alsof. Doe alsof is juist goed. Zo, we gaan opwarmen. Allemaal rennen op de plaats. Armen op en neer. Nu rekken. Rek. Wiebel als een pudding. En rust. Nu we allemaal warm zijn, kunnen we beginnen. Maar met wat? Met jullie avontuur. Ik wil dat jullie doen alsof deze ruimte een jungle is. Het ziet er niet uit als een jungle. Waar zijn de bomen? Je moet het je voorstellen. De bomen, de regen, de snel stromende rivier aan jullie voeten. Jullie eerste avontuur is lopen over deze balk, over de rivier. Dat is makkelijk. Ah, maar het is al nacht en het waait hard. Wat? Zo was het ook voor mij. Het was een donkere, stormachtige nacht. Ik beleefde een avontuur. Daar gaan we. Maar het waait nu niet. En het is geen nacht. We gaan allemaal doen alsof. Iedereen steekt de zogenaamde rivier veilig over. Hoera! Goed gedaan, mijn kleine ontdekkers. En wat gaan we nu doen, Opie Konijn? Jullie volgende avontuur is slingeren over dit moeras vol met krokodillen. Maar ik zie helemaal geen krokodillen. Je moet gewoon doen alsof. Laat die krokodillen maar zien wie hier de baas is. Ga weg, jullie stoute krokodillen. Ja, zo doe je dat. Heeft u ooit over een moeras met krokodillen geslingerd? Natuurlijk heb ik dat. En was u toen bang? Niet zo bang als zij waren voor mij. Sta klaar en dat roepen hoort erbij. Iedereen is veilig over het zogenaamde moeras vol krokodillen gekomen. Goed gedaan. Wat is ons volgende avontuur? Dit noem je een paard. Grote atleten springen eroverheen. Kijk zo.
doen jullie maar alsof het een dinosaurus is. En kruip tussen zijn poten door. Heeft u door de poten van een dinosaurus gekropen, opie konijn? Zeker. Ooit liep ik door de jungle toen ik plotseling een verdwenen wereld met dinosaurussen ontdekte. En dat was het. Jullie hebben de jungletocht overleefd. Hoera! Oh. Hebben jullie een goede gymles gehad, kinderen? Ja, mevrouw Gazelle. We zijn nu allemaal kleine ontdekkers. We gingen over een rivier. En we zwommen tussen krokodillen. En we kropen onder een dinosaurus. Ik ben echt dol op de gymlessen met opie konijn. Kampioen Papa Big. Peppa en haar familie kijken naar sport op de tv. Wat een mooie sprong. Het is een nieuw wereldrecord. Mama, wat is een wereldrecord? Dan ben je ergens de beste in van de wereld. Dan ben je een kampioen en komt je naam in een boek. Je hebt kampioenen in rennen, springen, zwemmen. Stond jij ook maar in dat boek, papa? Ik sta al in dat boek. Nee. Ja, papa Big is kampioen modderpoel springen. Wauw. Ik ben nog steeds niet verslagen. Ik denk ook niet dat dat ooit gebeurt. Het volgende onderdeel is de modderpoelsprong. Die spetters kwamen reuze hoog. Eigenlijk, denk ik. Ja, het is een nieuw wereldrecord. Maar papa, nu ben jij niet meer de wereldkampioen. Dat vindt iedereen vast erg. Ho, ho. Ik weet zeker dat ze belangrijkere dingen aan hun hoofd hebben, Peppa. Papa Big, u bent het wereldrecord kwijt. Iedereen wil dat u weer kampioen wordt. Het is belangrijk. Echt waar? Ja. Oké, ik ga ervoor. Morgen. Hoera! Maar ik moet wel even trainen om weer in modderpoelen te kunnen springen. Iedereen weet toch hoe hij in modderpoelen moet springen, papa? Ja, maar niet iedereen is een kampioen, Peppa. Papa Big is de meester. Papa, ga je ook oefenen met op en neer springen? Nee, Peppa. Ik moet één zijn met de modderpoel. Wat? Voor de sprong in een modderpoel moet ik denken als een modderpoel. Moet je ook oefenen met rennen? Nee. Moet je oefenen met opdrukken? Nee. Ik moet gaan slapen en dromen over modderpoelen. Het is de dag van de grote modderpoelsprong. Papa Big draagt zijn modderpoelpak. Ik kan mijn gouden laarzen nergens vinden. Ik heb die oude laarzen aan opa gegeven voor in de tuin. Mijn gouden gelukslaarzen om te gebruiken voor in de tuin? Jij hebt toch andere? Maar dat is niet hetzelfde. Hallo? Opa, weet je nog dat ik die oude laarzen heb gegeven? Ja. Papa heeft ze erg dringend nodig. Je hebt er toch goed voor gezorgd? Ja, ik heb ze water gegeven. Opa Big kweekt tomaten in de gelukslaarzen van papa. We hebben ze vandaag nodig voor de modderpoelsprong. Okido, dan zie ik jullie daar. Iedereen komt kijken naar de modderpoelsprong van papa Big. Moet je kijken. Hier is jullie vriend en de mijne, meneer Pomfrito. Hoera! Succes, papa Big. Oh, maar waar zijn uw gelukslaarzen? Ah, hier zijn ze. Oh, bedankt, opa Big. Hé, ik ruik tomaten. En nu de modderpoelsprong van papa Big. Papa Big denkt na. Klaar voor de start. Af! Ik moet één worden met de modderpoel. Ik moet de modderpoel zijn. De modderpoel is verdwenen. De modderpoel is over ons heen verdwenen. Papa Big is één geworden met de modderpoel. Iedereen is één geworden met de modderpoel. Het is een nieuw wereldrecord. Kampioen Papa Big.
Big. En wie ben jij? Ik ben Peppa Big. Als ik later groot ben, word ik ook kampioen modderpool springen. Want ik heb haar getraind. Ah, getraind door de meester zelf. En wat heb je geleerd? Als je in modderpoelen gaat springen, moet je altijd je laarzen dragen. Ja. De grootste modderpoel van de wereld. Het is bedtijd voor Peppa en George. Wat valt er veel regen? Dan zullen er morgen wel veel modderpoelen zijn. Oh, joepie! Er kan echt nooit genoeg regen vallen. Het is ochtend. Hoera! Modderpoelen! Oh, hallo mevrouw Eend. Wat komt u hier helemaal doen? Wauw! Door de regen is er een overstroming. Ons huis is een eiland geworden. Modderpoelen, ik kom eraan! Woehoe! Oh. Hoe komt toch al dit water hier? Hoe komen we aan ons eten? Papa moet gewoon naar de winkel toezwemmen. Daar is opa Big met zijn boot. Ahoy daar! Schitterend weer om te varen. Ja. Wij varen naar de winkel. Hebben jullie nog iets nodig? Ja, nou en of. Wil je wat tomaten en spaghetti meebrengen? Tomaten en spaghetti! Polly Papegaai praat altijd iedereen na. Polly is ons boodschappenlijstje. Ben jij dan zo'n slimme papegaai? Ah, ben jij zo'n slimme papegaai? Mogen wij ook meekomen, alsjeblieft? Kom aan boord! Kijk, daar is het huis van Susie Schaap. Wij varen naar de winkel. Heb je misschien nog iets nodig? Mama, hebben wij nog iets nodig van de winkel? Ja, eten voor vanavond. Chocola graag. Ah, chocola! Hallo, Henkie. Hallo, Peppa. Ik ben mijn opa aan het helpen. Ja, we zijn mensen aan het redden. Heerlijk weertje daarvoor. Hebben jullie toevallig iets nodig van de winkel? Misschien kan je een krant meebrengen. En voor mij een stripboek. Een krant en een stripboek. Opa, wat is dat voor een rare stok in het water? Ha, een duikboot. Iedereen op zijn post. Ahoy daar, scheepsmaatjes. Het is Opie Konijn in zijn duikboot. Heerlijke dag om te gaan varen met alleen de zee en de lucht. Ik kan je verhalen vertellen. Heb je nog boodschappen nodig? Oh ja, kaas graag. Kaas! De boot van opa Big is bij de supermarkt aangekomen. Hallo, jullie zijn mijn eerste klanten. Het is wel erg rustig vandaag. Misschien door de overstroming. Het is toch wat. Er valt een klein beetje regen en meteen blijft iedereen thuis. Nou, wat mag ik voor jullie doen? Polly Papegaai heeft een lijst. Ben jij zo'n slimme papegaai? Ben jij zo'n slimme papegaai? Oh nee, Polly is de lijst vergeten. Maar gelukkig weet ik nog wel wat iedereen wil. Kaas! Dank je wel, Peppa. Heel goed van je. Een krant en een stripboek. Bedankt, Peppa. Gelukkig ging Peppa boodschappen doen. Anders hadden we geen avondeten. Hier is de chocola. Kijk, nu hebben we avondeten, mama. Peppa en George zijn weer thuis. Het is bedtijd. Het is ochtend. Oh! Het water is weg, maar nu is er een grote modderpoel. Modderpoelen! Dit is de grootste modderpoel van de hele wereld. Baby Alexander.
Vandaag komen een neefje en nichtje bij Peppa en George op bezoek. Mama, hoe lang duurt het nog voordat Chloe hier is? Niet lang meer, Peppa. Baby Alexander komt ook mee, weet je nog? Oh, baby's huilen de hele tijd. Ze maken zoveel herrie. Ik weet zeker dat dat met baby Alexander wel mee zal vallen. Wat hoor ik toch? Is het een auto-alarm? Is het een brandweerwagen? Nee, het is baby Alexander. Hey, hallo Peppa. Hallo George. Hallo mijn nichtje Chloe. Hey, hallo allemaal. Hallo oom Big. Hallo. Hallo tante Big. Je herkent baby Alexander toch nog wel, Peppa? Ja. Blijven jullie een aantal dagen? Nee, dit is wat Alexander nodig heeft voor één dagje. Je kunt echt nergens naartoe zonder al die babyspulletjes. Oh. Hallo daar, baby Alexander. Hij kan nog niet praten, Peppa. Als hij niet kan praten, hoe kan je dan weten wat hij wil? Wij raden het. Ik raad nu dat hij honger heeft. Peppa, wil jij helpen met het voeren van Alexander? Ja, graag. Het is etenstijd voor baby Alexander. Je nichtje Peppa gaat je vandaag eten geven, Alexander. Alsjeblieft, baby. Hey, probeer het maar. Oh, hij draait steeds zijn hoofd om. Baby Alexander eten geven is best moeilijk. Let op, hier komt het vliegtuig aan. Oeh. Alexander vindt het leuk als je doet alsof de lepel een vliegtuig is. Probeer jij het maar, Peppa. Hier komt het vliegtuig aan. Doe je mondje open en dan kan hij erdoor. Woesh. Hoera! Dat was nou een vliegtuig. Kun je dat zeggen? Het woord vliegtuig? Ik zei toch al, hij kan nog niet praten. Alexander moet zijn eerste woordje nog zeggen. Peppa. Weet je nog wat jouw eerste woordje was? Nee. Het was mama. Ik dacht dat Peppa's eerste woordje papa was. Nee, mama. En wat was dan het eerste woordje van George? Dinosaurus. Het eerste woordje van George was dinosaurus. Volgens mij heeft de kleine goed gegeten. Ja, tijd om in bad te gaan. Baby Alexander gaat in bad. Dit is meneer Dinosaurus. Zeg mij maar na. Dinosaurus. Kakao. Hij kan nog niet praten, Peppa. Maar op een dag gaat hij wel praten. En dan weet je wat hij wil. Wat zou je nu willen gaan doen, Alexander? Kakao. Ik denk dat hij een stukje wil gaan lopen. Hij kan nog niet lopen, maar hij kan wel naar buiten in de buggy. Wat een handig ding, zo'n buggy. Ja, 5 versnellingen, spatborden en standaard ABS. Bla, bla, bla. Zo praten alle papa's. Alexander vindt het leuk als jij praat, Peppa. Dat komt omdat ik heel erg interessant ben. Dit is de lucht. Zeg mij maar na. Lucht. De lucht is waar de regen vandaan komt. Kun je dat zeggen? Regen? Regen is goed voor eenden en planten. En het maakt ook modderpoelen! Peppa heeft een grote modderpoel gevonden. Kijk, Alexander. Ik spring op en neer in een modderpoel. Ik ben dol op springen in modderpoelen. Poelen. Oh! Alexander heeft zijn eerste woordje gezegd. Poelen! Hoera! Poelen! En ik heb het hem geleerd. Poelen. Chloe's grote vrienden. Peppa en haar familie zijn onderweg naar hun nicht Chloe. Ik vind het leuk om met mijn grote nicht Chloe te spelen. Chloe! Chloe! Oh, Chloe. Hey, hoi. Dit zijn mijn vrienden. Erwin Eekhoorn en Belinda Beer. Noem me maar Er. Een afkorting van Erwin. En ik ben Bel. Een afkorting van Belinda. Ik ben Peppa. Wij noemen jou Pe. Oh,
En dit hier is George. Wij noemen je Je. Nou. Je had niks gezegd over een baby neef en nicht, Chloe. Ik ben toch geen baby? Ja, maar jullie zijn toch klein? Ik ben een grote meid. George is wel klein. Zullen we anders samen een spel doen? Ja, laten we verstoppertje gaan spelen. Wij doen geen babyspelletjes meer, hoor. Wij zijn bijna volwassen. Is het ja- en nee-spelletje misschien een idee? Wat is het ja- en nee-spel? Ik vraag dingen en jullie geven daarop antwoord. Wat is dat voor een spel? Je mag niet zeggen ja of nee. Vet, makkie. Dus je wilt het spel wel spelen? Ja. Aha, je zei ja! Dat is niet eerlijk. Ik was nog niet klaar. Bel, ben jij er wel klaar voor? Ja. Aha, ik win alweer. Peppa is heel goed in het ja-nee-spel. Mag ik dan nu de vragen stellen? Natuurlijk. Je vindt het dus niet erg als ik de vragen stel? Het is niet erg. Lukt het mij ooit om jou ja of nee te laten zeggen? Ik denk het niet erg. Oh, ik geef het op. Hoe komt het dat je altijd wint? Makkelijk. Ik zeg gewoon geen ja of nee. Ah, ik win. Je zei ja en nee. Ha. Dat was leuk. Laten we nu iets anders doen. Kennen jullie het spel sardientjes? Wat is dat? Eén iemand verstopt zich en de anderen proberen hem te vinden. Dat lijkt precies op het spel verstoppertje. Maar als je diegene vindt, zeg je niks en verstop je je op dezelfde plek. Totdat iedereen daar verstopt zit. Net als sardientjes in een blik. Oké, zullen we dat doen? George, jij mag je verstoppen. 1, 2, 3. George zoekt een goede verstopplek. 9, 10. Wie niet nog eens is gezien, we komen. George, ik kan je wiebelstaartje zien. Peppa verstopt zich met George. Schuif eens op, George. Gevonden. Nu moet Chloe er ook bij, naast Peppa en George. Zij. Ah, daar zijn jullie. Nu moet Belinda er ook nog tussen. Opschuiven. We zijn net sardientjes in een blik. Waar is iedereen gebleven? Kiekeboe. Ah! Kunnen we nu stoppen met rondrennen? Ja, zullen we anders gewoon chillen? Gewoon chillen? Wat is dat? We zitten een beetje en we praten over dingen. Ik hou van praten. Bla, bla, bla. Laten we praten over muziek. Ik zelf hou van bluesmuziek. En ik hou van rockmuziek. Ik hou van broekmuziek. Maar wij houden niet zo van kindermuziek. Nee, 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 nee. En welke muziek vind jij mooi, Peppa? Ik hou hiervan. Het is heel volwassen. Hoofd, schouders, knie en teen. Schouders, knie en teen. Ogen, buikje van je neus. Peppa, George, het is tijd om naar huis te gaan. Jullie zien Chloe snel weer, hoor. Ik kom volgende week al naar jullie huis toe, Peppa. Mogen wij ook meekomen? Ja, dat mag. Maar we gaan wel spelletjes doen. Wij spelen graag spelletjes met Peppa en George. Hoera! Je kunt spelletjes nog steeds leuk vinden, ook al ben je bijna volwassen. Kleien. Peppa en George spelen thuis bij Zoe Zebra. Kleine Zuzu en Zaza maken een jungle van klei. George heeft een dinosaurus gemaakt van klei. Peppa en Zoe houden een picknick voor de poppen. Een hele goede morgen, meneer aap. Wilt u misschien een kopje thee? Mijn aapje zegt ja. Kunt u het toverwoord zeggen, meneer aap? Alsjeblieft. Oh, we hebben helemaal geen theeservies. We kunnen wel een theeservies maken van klei. Ja. George, mogen wij misschien wat klei van je gebruiken? Nee. Zuzu, Zaza, wij moeten snel het theeservies maken voor ons theepartijtje. Nee. Jullie mogen wel helpen met het maken. Ik maak de
theepot. Dan maken wij de kopjes. Ja, nu kan de aap thee drinken. Oh, deze theepot is veel te zacht. Echte theepotten zijn niet zacht. Mijn moeder kan echte potten maken. Zij is een pottenbakker. Oeh. Mama, kan je ons helpen om een theeservies te maken? Met theekopjes en een theepot waar we echt water in kunnen doen. Oké, kom maar mee. In deze kamer doet mevrouw Zebra aan pottenbakken. We maken dat theeservies. Wat is dat? Klei. Dat gebruik je altijd voor pottenbakken. Maar het is zacht. Net als speelklei. Het moet ook zacht zijn om het te kunnen vormen. Maar straks is het niet meer zacht. Oeh. Mama Zebra maakt een klein kopje op de draaischijf. Zo, een kopje. Wauw. Dat ziet er heel makkelijk uit. Wil jij het eens proberen? Oh ja. Eeuw, het is helemaal slijmerig. Ah, het spat alle kanten op. Een kopje maken op een draaischijf is niet makkelijk. Je kunt het kopje ook anders maken. Eerst rol je de klei tot een lange worm. Kijk, zo. Het is een kronkelworm. Ik ben een kronkelworm. Ik ben een kronkelworm. Ik ben van klei. Wat ga je doen met mij? Ik ben een kronkelworm. Nu draaien we hem rond in deze vorm. Hij is een beetje bobbelig. Nu ga ik hem glad maken met mijn handen. En hier is het oortje. Het is een kopje. Nu hebben we twee kopjes. Ja, maar een theeservies heeft meer dan twee kopjes. We maken allemaal een kopje. Ja. Dinosaurus. George heeft een dinosaurus gemaakt. George maakt echt altijd een dinosaurus. Oh, wat een enge dinosaurus. Nu bakken we het theeservies in een oven. In deze speciale oven wordt de klei gebakken tot het hard is. Ik denk dat het nu klaar is. Hoera! Nu gaan we verven. De kinderen verven het theeservies in mooie, felle kleuren. En klaar is het theeservies. Nu houden we ons theepartijtje. Er is een kopje voor iedereen. Oh, we hebben helemaal geen theepot gemaakt. Ik weet wat. De dinosaurus van George wordt onze theepot. Ja, laten we hem vullen met water. Dit is het mooiste theeservies van de hele wereld. Iedereen weet dat de allermooiste theeserviezen een dinosaurus hebben. Theepot. Lente. Het is lente. Opa Big heeft chocolade-eieren verstopt. Is iedereen er klaar voor? Nee, opa. Alleen Victor Vos is er nog niet. Hallo allemaal. Hallo Victor. Ah, hallo meneer Vos. Blijft u nog eventjes? Dat zou ik wel willen. Ik was dol op eieren zoeken toen ik jong was. Tot straks, Victor. Dus, iedereen klaar om eieren te zoeken? Ja, opa Big. Er zijn heel veel chocolade-eieren in mijn tuin verstopt. Jullie moeten ze zoeken. Makkie! Maar pas op dat je niet op mijn kleine plantjes trapt. Oh, het is zo spannend om in de lente te zien hoe die babyplantjes beginnen te groeien. We beloven heel voorzichtig te zijn, opa. Dat is mooi. Ga jullie gang dan maar. De zoektocht naar de chocolade-eieren is begonnen. Heb je tijd voor een kopje thee, opa Big? Oh ja, het duurt nog uren voordat ze mijn eieren hebben gevonden. Ik heb ze heel erg goed verstopt. Hier is een ei. Peppa heeft een chocolade-ei gevonden in een plantenpot. Hier is nog een ei. Kelly Konijn heeft een chocolade-ei gevonden onder een struik. Hoera, een ei voor mij.
Olivia Olifant heeft een chocolade-ei gevonden tussen de takken van een boom. Ah, volgens mij ruik ik hier erg een chocola. Victor Vos kan uitstekend ruiken. Ja! Victor Vos heeft een chocolade-ei gevonden in het vogelbad. Opa, opa, we hebben eieren gevonden. Het was echt superleuk, maar het was wel een beetje makkelijk. Het was niet makkelijk voor de kleintjes. George, Karel en Olaf hebben geen eieren gevonden. Ik vraag me af waar de andere eieren zijn. Choco-ei. Ah, Olaf, ik geloof dat er iets achter je oor zit. Iedereen heeft een chocolade-ei gevonden. En wat gaan we nu doen, opa Big? Oh, de eieren opeten natuurlijk. Hallo, kinderen. Oma, oma, we hebben alle eieren gevonden. Maar waar zijn ze dan? Ik zie helemaal geen eieren. Ze zitten in onze buik. En rondom jullie mond. Had opa de eieren goed verstopt? Nee. De grote kinderen konden ze makkelijk vinden. Maar de kleine kinderen hadden hulp nodig. George, Karel en Olaf vinden het niet leuk om de kleinste te zijn. Maak je geen zorgen. Straks zullen er nog veel kleinere in de tuin zijn. Oh ja, de kleine baby's. Het is toch zo spannend. Opa heeft ons al alles verteld over de babyplantjes, oma. Maar zo spannend is dat niet. Maar we hebben het niet over babyplanten, Peppa. Oh, waar hebben we het dan wel over, oma? Kom maar mee naar Jamila, Vanessa, Sarah en Marcel. Dat zijn allemaal kippen. Ja, en die hebben ook eieren. Mogen we die eten? Nee, Victor. Deze eieren gaan zo uitkomen. Oh, we zijn net op tijd. De kuikentjes komen uit het ei. Oh, kuikentjes! Nu de kuikentjes uit het ei zijn, is het pas echt lente. Laten we doen alsof we kuikentjes zijn. Piep, 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 piep. Ik ben een klein kuiken en doe piep, piep, piep. Mijn snavel pikt de voer en zegt piep, piep, piep. Donsdag is mijn koppie en mijn bed is van stro. Victor Vos. Peppa en haar vrienden spelen bij het huis van Kelly Konijn. Kom, we doen verstoppertje. Nee. Wij gaan verstoppen en Peppa mag ons zoeken. Oké. 1, 2... Iedereen moest zich verstopt hebben voordat Peppa tot 10 heeft geteld. 4. Henkie en Kaatje verstoppen zich tussen de takken van een kleine boom. Zoe, Pedro en Kelly verstoppen zich achter een hek. Suzy en Olivia verstoppen zich achter een struik. 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Ik weet waar jullie zitten. Oh. Oh. Peppa kan niemand vinden. Dit is echt onmogelijk. Victor Vos komt spelen. Hallo, Victor. Hallo, Peppa. Wat ben jij aan het doen? We spelen verstoppertje. Maar ik kan helemaal niemand vinden. Zal ik ze voor je proberen te vinden, Peppa? Je mag het proberen, maar het is echt onmogelijk. Ja, let maar eens op. Ja, gevonden. Oh, hallo Victor. Haha, daar zijn jullie. Oh. Boe. Oh. Victor Vos heeft iedereen gevonden. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik kan heel goed ruiken, daarom. Wat heeft ruiken hiermee te maken? Ik kan jullie vinden omdat ik kan ruiken waar jullie zijn. Nee, maar ik stink toch niet? Ik ben gisteren nog in bad geweest. Weet ik, jij ruikt ook heel lekker. Oh. Door jouw geur zou ik je zelfs kunnen vinden met mijn ogen dicht. Probeer het maar. Vind Suzy met je ogen dicht. Oké, makkie. Verstop je, Suzy. 1, 2, 3.
Suzy zoekt naar een verstopt plek. 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Victor zoekt naar Suzy met zijn ogen dicht. Hij ruikt waar Suzy's schaap heeft gelopen. Om de boom heen, achter het kleine struikje en weer de heuvel op. Ik heb je gevonden. Oh. En dat omdat ik zo'n scherpe neus heb. Het is een superneus. Dat is hij zeker. Maar heeft alles dan een geur, Victor? Oh ja, alles en iedereen heeft een eigen geur. En waar ruik ik naar? Jij, Peppa, ruikt fijn naar bloemen en ook naar regenlaarzen. En waar ruik ik naar? Jij hebt de geur van nat gras en koekjes. Waar ruik ik dan naar? Bananen en jam. Waar ruik ik naar? Melk en ook naar vissticks. Victor, waar ruik ik naar? Jij hebt de geur van tandpasta, Pedro. Oh, wat is je lievelingsgeur? Oh, eieren. En wat vond je het meest vieze ruiken? Blauwe kaas. Oeh. Ja. Jongens, het is bijna etenstijd. Hoe weet je dat nou? Ik ruik de geur van wortelsoep. Nu je het zegt, ik ruik ook wortelsoep. Ik ook. Het eten is klaar. Ik heb hier lekkere wortelsoep. Ja, lekker. Iedereen is dol op de wortelsoep van mejuffrouw Konijn. Deze soep is heerlijk. Wie hebben we daar? Meneer Vos komt Victor ophalen. Ik ruik het eten al. Oh, meneer Vos. Hallo. Hallo, mama Konijn. Hallo, pap. Ik heb net lekker hier gegeten in het konijnenhol. Grote jongen. Kunt u raden wat we voor toetje hebben? Ruikt lekker. Ik denk aardbeienpudding. Helemaal waar. Meneer Vos is dol op dingen ruiken. Iedereen is dol op dingen ruiken. De scheepswerf van Opie Konijn. Peppa, George en oma Big gaan een dagje varen met de boot van opa Big. Ahoy daar, Peppa en George. We zijn klaar om te gaan varen. Ik zal de boot wat dichterbij leggen. Pas op dat je die boomstam niet raakt, opa. Dat is een meerpaal. Die zal ik niet raken. Oh. Opa, nu zit er een groot gat in je boot. Het is maar een schrammetje. Oh, de boot van opa is aan het zinken. Snel, opa Big, spring eraf. Een kapitein zal nooit zijn zinkende schip verlaten. De boot van opa Big is naar de bodem van de rivier gezonken. Daar is opa Hond. Ahoy daar, opa Big. Heerlijke dag om te varen. Ja, ahoy daar. Ik breng mijn boot vandaag naar de scheepswerf. Een paar dingen laten repareren. Zou je misschien mijn boot ook naar de scheepswerf willen brengen, alsjeblieft? Natuurlijk. Waar is jouw boot? Daar sta ik nu op. Oh, is hij gezonken? Ja, een klein beetje. Het verbaast me dat jouw boot niet veel eerder gezonken is. Wat? Het is een betere boot dan die oude roestbak van jou. Opa Hond en opa Big zijn de beste vrienden. Vang hem maar, kapitein. Ai, ai, schipper. De truck van opa Hond heeft de boot van opa Big uit het water getild. Wauw! En nu op naar de scheepswerf. Wat is een scheepswerf eigenlijk? Een scheepswerf, Peppa, is waar kapotte boten worden gerepareerd. Dit is de scheepswerf van Opie Konijn. Ahoy daar, scheepsmaatjes. Ahoy daar, Opie Konijn. Hoehoe, wat is er met jouw boot gebeurd, opa Big? Iemand heeft hem tegen de meerpaal gevaren. Hij ging van bam. En toen kwam er een gat. Daar.
Je moet nooit andere mensen je boot laten besturen, opa Big. Ja, kan je hem maken? Natuurlijk, ik moet alleen even de schade opnemen. Opie Konijn meet het gat in de boot van opa Big. Nu moet ik iets vinden waarmee ik het gat kan dichten. Wat fijn als je een boot kunt repareren. Oh, het duurt jaren om te leren hoe dat moet. Hoe lang repareert u dan al boten? Jaren. Opie Konijn heeft veel schroot verzameld om boten mee te repareren. Kijk, dit is een goudmijn. Maar dat is een berg met rommel. Ja, maar je kunt dingen maken van bergen met rommel. Zoals wat? Zoals duikboten. Wauw! Opie Konijn heeft een duikboot gemaakt van rommel. Denk je dat hij het ook echt doet? Kijk maar. Hij vult zich met water, dus hij is erg goed in omlaag gaan. Maar niet zo goed in weer omhoog gaan. Ah, dit is waar ik naar op zoek was. Maar dat is toch een wasmachine? Het is precies waar ik de boot van opa Big mee kan maken. Ga je mijn boot repareren met een stukje wasmachine? Ja! Hij is weer zo goed als nieuw! Hoera! Nu gaan we hem testen. Daar gaat hij dan. Ai, ai! Ongelooflijk, hij drijft. U klinkt verbaasd. Ja, meestal zinken ze bij de eerste poging. Nu kunnen we toch nog fijn gaan varen op de rivier. Wat een geweldig idee. Dit is het leven. Buiten op een boot met alleen de zee en de lucht. Ik ken een liedje over de zee en de lucht. Willen jullie het horen? Nee, dank je. Oh ja, leuk. Ik stond op vanmorgen, de zee was nog daar. Zo ook de lucht. Ja. De weg opbreken. Het is een mooie, zonnige dag. Peppa en haar familie gaan naar de speeltuin. Is iedereen er klaar voor? Ja, papa Big. Daar gaan we dan. Wij gaan naar de speeltuin. Wij gaan naar de speeltuin. Peppa en George zijn dol op de speeltuin. Hey, waarom zijn we gestopt? Er staat een file. Maar wij moeten op tijd bij de speeltuin zijn. Ah, rustig maar, George. We kunnen alweer gaan rijden. Stop! Meneer Stier houdt het verkeer tegen. Wat is het probleem, meneer Stier? Moe, we gaan de weg hier opbreken. Hé, er komt water uit de grond. Ja, en dat gaan wij nou juist repareren. Oh. Hoe lang gaat het ongeveer duren? Ik zeg altijd, het duurt zo lang als het duurt. George is dol op graafmachines. Deze kant op, meneer Neushoorn. Ja, baas, komt voor elkaar. Meneer Stier is de baas. Meneer Stier, waar komt al dat water vandaan? Dat komt uit een kapotte waterleiding. Die zit hier onder de grond. Hoe gaat u dat maken? Wij breken de weg op. Wauw. Wij sluiten het water af. George is ook dol op kraanwagens. Kraan, kraan. We halen de oude pijp eruit. En stoppen de nieuwe erin. Bedankt dat wij uw werk mochten zien, meneer Stier. Moe, heel graag gedaan. Dag, goeie reis verder. Oh, nee toch. George wil niet weg bij meneer Stier. Maar nu gaan we naar de speeltuin, George. Je kan met je graafmachine spelen in de zandbak. En we zien meneer Stier weer als we terug naar huis toe gaan. Peppa en haar familie zijn aangekomen bij de speeltuin. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Olaf Olifant en Karel Konijn spelen in de zandbak. Brom, brom. Brom, brom. Kom mee.
naar de zandbak. Oké. Stop! Wat is het probleem? Wij breken de weg op en ik ben de baas. Oh. Brom, brom. Gaat het lang duren? Het duurt zo lang als het duurt. We moeten een gat graven. Brom, brom. Dat vullen we. Brom, brom. En dan is de weg gemaakt. Hoera! Ja. Peppa, George, het is tijd om naar huis te gaan. Oh. Oh, nee toch. George wil nog niet naar huis. Maar George, op de weg naar huis zien we meneer Stier weer die de weg openbreekt. Dag allemaal. Dag, Peppa. Peppa en George verheugen zich erop om meneer Stier weer te zien. Graver, kraan, brum. We zijn er. Oh, meneer Stier is er niet. Meneer Stier is zeker klaar en naar huis. Graver, kraan, brum. Moe, stop! Oh, is de waterleiding weer kapot gegaan? Nee, Peppa. Dit keer zijn het de elektriciteitsdraden. Hoe repareren jullie elektriciteitsdraden? Wij breken de weg op! Hoera! Peppa en George vinden het leuk als meneer Stier de weg openbreekt. Iedereen vindt het leuk als meneer Stier de weg openbreekt. Kippen van oma Big. Peppa en George gaan logeren bij opa en oma Big. Hallo, oma Big. Oma Ig. Ah, daar zijn jullie, lieverd. Dag, jongens. Tot later. Tot ziens, mama. Komen jullie kijken waar jullie vanavond slapen? Deze kamer was van mama Big toen zij nog klein was. Heel lang geleden. En dit is het bed waar mama altijd in sliep. Oeh, dit is een springbed. Ja. Jullie zijn net je moeder toen zij nog een kleine big was. Ging mama dan ook springen op het bed? Natuurlijk. Maar mama zegt altijd dat we niet mogen springen op het bed. Toen mama een biggetje was, was ze net zo ondeugend als jullie. Echt waar? Ja. Zo, zullen we naar opa Big gaan? Die is lekker in de tuin bezig. Opa Big! Opa Ig! Hallo, Peppa. Hallo, George. Kom eens kijken naar mijn wortels. Opa Big is erg trots op zijn groenten. Oeh. En kijk, hier staan doperwten. Oh. Maar het allermooiste zijn mijn kroppen sla. Oh, nee! Mijn kroppen sla. Volgens mij hebben de vogels de kroppen sla opgegeten, opa. Ja, vogels. Maar waarom heeft de vogelverschrikker de vogels niet weggejaagd? Omdat de vogels die mijn sla opgegeten hebben heel erg slim zijn. Wat is er aan de hand, opa Big? Jouw vrienden hebben mijn groenten weer eens opgegeten. Welke vrienden? Jan, Piet en Klaasje. Maar zo heten ze niet. Oma Big heeft kippen. Wauw. Zeg eens hallo tegen Jamila, Sarah en Vanessa. Hallo. En die kan je heet Marcel. Is Marcel dan een jongenskip, oma? Ja, Peppa. Hij is een haan. Hij is verschrikkelijk. Hij graaft al mijn groenten uit. Marcel doet geen vlieg kwaad. Ik heb hem vliegen zien eten. Bleh. En hij heeft mijn sla gegeten. Jullie wilden de sla van opa helemaal niet opeten, of wel? Toch niet als er ook lekkere mais te eten is. Kom maar, deze kant op. Peppa en George, willen jullie mais aan de kippen voeren? Ja, graag, oma. Kijk eens, kippetjes. Eet maar. Oeh. Hebben jullie daar een speelhuisje? Dat is het kippenhok. Daar leggen de kippen hun eieren. Eieren? Maar ik zie helemaal geen eieren. Nog niet, maar die zullen snel komen. Oeh.
Thuis bij opa en oma Big is het bedtijd voor Peppa en George. Zouden de kippen nu al eieren gelegd hebben in het hok, oma? Misschien morgenochtend, Peppa. Hoe weten we wanneer het morgenochtend is? Dat vertelt Marcel. Ga nu maar lekker slapen. Welterusten. Het is ochtend. Ja, dat is Marcel. Dankjewel dat je ons hebt gewekt, Marcel. Goedemorgen, Jamila, Sarah en Vanessa. Hebben jullie eieren voor ons? 1, 2, 3, 4. 4 eieren, oma. Nu hebben we eieren voor het ontbijt. Dank jullie wel, Jamila, Sarah en Vanessa. Gekookte eitjes voor ons allemaal. Hoera! Dat smaakt heerlijk. Oma, jouw kippen maken heerlijke eitjes, hoor. Ja, dat komt door de lekkere mais die ze eten. En mijn kroppen sla. Eline Ezel. Hallo, met papa Big. Monsieur Big, comment allez-vous? Oh, er is iets mis met de telefoon. Quel temps fait-il en Grande-Bretagne? Il y a de pluie. Hoor je? De telefoon kraamt onzin uit. Hallo, comment allez-vous? Hallo, monsieur. Est-ce que Eline peut rester pour un jour? Oui. Je dois juste prendre... Au revoir. Dat was monsieur Ezel. Hij praatte in het Frans. Ja, dat dacht ik wel. Mama, wat heeft monsieur Ezel dan gezegd? Hij vroeg of Eline Ezel bij ons langs mocht komen. Oh, joepie. Eline Ezel is een vriendin van Peppa uit Frankrijk. Eline komt hier om Nederlands met ons te leren praten. Hoera! We moeten opschieten. De trein van Eline kan zo aankomen. Eindpunt. Uitstappen. Dat is de trein van Eline. Eline. Bonjour. Bonjour is Frans voor hallo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, meneer Ezel. Lieve hemel, is die grote koffer van Eline? Oui, Eline heeft wat dingetjes meegebracht voor haar bezoek. Dingen die jullie hier niet hebben. Kaas, brood, tomaten, water. Ja. Au revoir, Eline. Ik kom je morgenavond weer ophalen. Waar laat ik de bagage van Eline? In mijn kamer, helemaal boven in het huis. Oh. En dit is allemaal voor 1 nacht logeren? Jazeker. Daarom heb ik maar een heel kleine tas voor mezelf ingepakt. Oh. Goed, Eline is hier om Nederlands te praten. Dus we moeten haar allemaal helpen. Jawel, mama. Eerst moet ik sorry zeggen, omdat ik niet zo goed Nederlands praat. Maar zo slecht is het niet, hoor. Dat is heel aardig, monsieur Big. Maar mag ik u iets vragen over Nederlands praten? Natuurlijk. Ik weet alles van praten. Vraag maar raak. Zijn in het Nederlands samengestelde werkwoorden onwelvoegelijk of voorzetselwoorden? Zeg, het is al best laat. Zullen we Eline's bed opmaken? Mama, mama, mag Eline bij mij in bed slapen? Met aan elke kant een kussen? Goed idee, Peppa. Peppa en Eline slapen ieder aan een kant van hetzelfde bed. Zo, kinderen, tijd om te slapen. Het wordt morgen een drukke dag. Eline mag met jou mee naar school toe. Wauw! Dormez bien. Dormez bien is Frans voor slaap lekker. Ik ben nog helemaal niet moe. Laten we een liedje zingen om slaperig te worden. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne le matin, sonne le matin. Door Eline's mooie Franse liedje valt iedereen in slaap. Eline mag met Peppa mee naar school. Juffrouw Gazelle, dit is mijn Franse vriendin Eline Ezel.
Bonjour. Ah, bonjour, Eline. Gisteravond zong Eline voor mij een mooi Frans liedje. Mogen wij haar een Nederlands liedje leren? Hé, hey, wat vinden jullie van het bing-bong-lied? Ja, zing maar het bing-bong-lied. Dat is goed voor mijn Nederlands. Oké. Ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. Bong, bing, boe. Bing, bong, bing. Bing, bong, bingeli, bangeli, boe. Bong, bing, boe. Bing, bong, bing. Bing, bong, bingeli, bangeli, boe. Mooi, ik heb veel Nederlandse woorden geleerd. Bing, bong, bingeli, bangeli, boe. Karelkonijn komt spelen. Peppa en George spelen in hun kamer. Het mooiste huis van de wereld. George, Karelkonijn is hier. Georgie. Karel. Dinosaurus. Dinosaurus. Ah. Tot ziens, Karel. Ik kom je straks weer ophalen. George en Karel zijn beste vrienden. George, Kareltje, jullie hebben mijn huis kapot gemaakt. Ga maar iets doen wat niet wiebelt. George heeft van de speelgoedmand een vulkaan gemaakt. Karel gebruikt speelgoedbomen om een oerwoud te maken. George maakt van blokken een rivier. Dinosaurus! Dinosaurus! George en Karel hebben de kamer veranderd in dinosaurusland. Ah! Ik ga hier weg. Er is te veel herrie. Ik zeg pomfrito. En ik zeg pomfrito. 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 Het fijne aan een regendag is dat wij naar belangrijke tv-programma's kunnen kijken. Pomfrito. 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 Mama, George en Karel hebben de slaapkamer veranderd in dinosaurusland. En dinosaurusland is erg lawaaierig. George heeft zijn beste vriend hier. Maar ik heb niemand om mee te spelen. Je zou Susie Schaap kunnen vragen of ze wil komen. Susie Schaap is de beste vriendin van Peppa. Mag Susie echt komen spelen? Nu? We bellen haar. Nee. Hallo, u spreekt met Susie Schaap. Susie, met mij. Wil je naar mij toe komen? Nu? Ja, Peppa. Mag ik als verpleegster verkleed? Ja, maar je moet wel snel komen. Tot ziens, Susie. Ik kom je straks... Snel, Susie. Weer ophalen. George, Kareltje, zuster Susie is hier. En zuster Susie zegt dat dit niet het dinosaurusland is, maar een ziekenhuis. En een ziekenhuis moet schoon en netjes zijn. De kamer is niet meer dinosaurusland. Het is nu een ziekenhuis. Ik ben de belangrijke dokter. Deze dinosaurus is ziek. Inderdaad, dokter. Hij heeft een hele groene, zieke kleur. Hij moet meteen naar bed. En deze dinosaurus heeft een hele paarse, zieke kleur. Ja, dokter. Hij moet ook meteen naar bed toe. Dinosaurus! Stilte! Je moet stil zijn in het ziekenhuis. Tjoeka tjoeka! De kamer is geen ziekenhuis meer. Nu is het een treinstation. Nee, nee. Er rijden helemaal geen treinen in Sprookjesland. Oh, nu is de kamer Sprookjesland. Er mogen alleen maar mooie dingen in Sprookjesland. Waarom zijn jullie aan het huilen? George en Karel willen met dino's en treinen spelen. En wij willen liever ziekenhuisje en sprookjes spelen. Ik zie dat het inmiddels is gestopt met regenen. Dus? Dus, misschien kunnen jullie buiten.
buiten gaan spelen. Maar zijdenspelletjes voor kleine jongetjes. En wij doen graag grote meisjesspelletjes. Maar als het geregend heeft in de tuin, wat kun je daar dan vinden? Modder. Poelen. En wat kan je met modderpoelen? Daar kan je fijn in springen. Iedereen houdt van springen in modderpoelen. Of het nou grote meisjes zijn of kleine jongens. Pedro moet hoesten. Een nieuwe dag op school. Peppa en haar vrienden krijgen muziekles. Juf Geertje had een beertje. Sorry, mevrouw Gazelle. Oh nee, Pedro moet hoesten. Maak je geen zorgen. Ik zal even dokter Bruinbeer bellen. U spreekt met dokter Bruinbeer? Hallo, dokter. Met mevrouw Gazelle. Er is een kind ziek. Geen paniek. Ik kom er meteen aan. Wat is er allemaal aan de hand? Ik moet hoesten. Aha. Is het een kriebelhoest? Of zit het op je borst? Ik weet het niet. Maar de hoest gaat zo. En wanneer begon deze hoest? Toen mevrouw Gazelle begon te zingen. Het is niet ernstig. Maar het kan zijn dat de hoest besmettelijk is. Wat betekent besmettelijk? Als er één iemand moet hoesten, moeten andere mensen soms ook hoesten. Krijg ik medicijnen? Alleen een klein lepeltje. Maar ik ben bang dat het niet zo lekker smaakt. Het smaakt naar een oude schoen vol met jam. Dank u, dokter Bruinbeer. Tot ziens. Dag! Dat dacht ik wel. Pedro's hoest is besmettelijk. Henkie Hond en Susie Schaap hebben Pedro's hoest nu ook. Mondje open. Het smaakt naar yoghurt met vloerkleedsmaak. Het smaakt naar bloemen. Wat hebben jullie het drankje keurig ingenomen? Wordt u zelf wel eens ziek, dokter Bruinbeer? Nee, Peppa. Ik ben nooit ziek. Ik eet elke dag een appel. Tot ziens. Dag! Het is tijd om naar huis te gaan en de ouders komen hun kinderen ophalen. Papa, mama, ik moet hoesten. Dokter Bruinbeer kwam voor ons allemaal zorgen. Hij gaf ons een super vies drankje. Mevrouw Gazelle, wilt u uw liedje zingen? Natuurlijk, Peppa. Juf Geertje had een beertje en dat... Grote griebels. Alle volwassenen hebben Pedro's hoest nu ook. U spreekt met dokter Bruinbeer? Ja, met Peppa Pig. Alle volwassenen zijn ziek. Rustig maar, Peppa. Ik kom eraan. Hallo allemaal. Heeft Pedro jullie aangestoken? Goed dan. In de rij. En mondje open. Eeuw! Het smaakt naar pudding met zweetsokken. Fijn dat u voor ons heeft gezorgd, dokter Bruinbeer. Maar wie zorgt er nou voor u als u ziek bent? Er zorgt niemand voor mij. Ik ben nooit ziek. Oh nee, dokter Bruinbeer heeft Pedro's hoest nu ook. Geen paniek. Tot ziens. Tot ziens. Arme dokter Bruinbeer. Hij is ziek en er is helemaal niemand die voor hem zorgt. Wie zou dat zijn? Hallo. Wij komen eens even voor u zorgen. Hier is wat fruit voor u. Nee. En een paar kussens. En hier is uw drankje. Het lijken wel puddingsokken met jam en yoghurtsmaak. En hier is een lied waar u van zult opknappen.
Spelen met de bal. Peppa en George gaan in de tuin spelen met hun bal. Joepie! George gooit de bal in de lucht, zo hoog als hij kan. En hij vangt hem. Dat kan ik ook. Kijk! Whee! Oh! Peppa heeft de bal gemist. Dit is een stom spel, zeg. Daar komt Peppa's beste vriendin, Suzie Schaap, aan. Suzie heeft twee tennisrackets bij zich. Hallo, Peppa. Hallo, Suzie. Laten we tennissen. Ja, dat klinkt leuk. Komt-ie, Suzie. Oh. Suzie heeft de bal gemist. Oh. Nu heeft Peppa de bal gemist. Peppa en Suzie zijn dol op tennissen. Maar George voelt zich een beetje buitengesloten. Oh, sorry George. Je kan niet mee tennissen. We hebben maar twee tennisrackets. Ik weet wat. George kan de ballenjongen zijn. Ja, dat is heel erg belangrijk werk. George wil graag de ballenjongen zijn. Hij moet de bal ophalen als die te ver gaat. Komt-ie, Suzie. Oh, gemist. Ballenjongen! Dank je, ballenjongen. Oh, ballenjongen! Dank je, ballenjongen. Ballenjongen! Oh nee, George vindt dit spelletje toch niet zo leuk. Daar zijn Henkie hond, Pedro pony, Kaatje kat, Kelly konijn en Karel konijn. Hallo allemaal! Hallo! Wij zijn aan het tennissen. Mogen wij ook meedoen? Maar er zijn niet genoeg rackets. Laten we iets anders spelen. Zullen we gaan voetballen? Ja, ja, voetballen! Jongens tegen de meisjes. Elk team heeft een keeper nodig. Ik! Pedro Pony en Kelly Konijn gaan snel op doel staan. Wij trappen af. Doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. De jongens gaan winnen. Dat is niet eerlijk. We waren nog niet klaar. Hé, hey, je speelt vals. Je mag de bal niet vasthouden. Jawel, ik wel. Ik ben namelijk de keeper. Zet hem op, Kelly. Scoren! Doelpunt. Hoera! Dit doelpunt is afgekeurd. Nee, mooi niet. Ja, mooi wel, hoor. Nee, mooi niet. Wat een hoop lawaai maken jullie. Papa, de jongens spelen vals. Nee, de meisjes spelen vals. Volgens mij hebben jullie een scheidsrechter nodig. Wat is een scheidsrechter? Dat is iemand die erop let of iedereen wel eerlijk speelt. Ik ben de scheidsrechter wel! Stop! Ik ben de scheidsrechter. Het eerste team dat nu scoort, heeft gewonnen. Hoera! Waar is de bal? Snel, maak een doelpunt! Doe iets! Doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. Hoera! Wij hebben gewonnen! Voetbal is een stom spelletje. Wacht eens even. De jongens hebben in hun eigen doel geschoten. En dus hebben jullie gewonnen. Echt waar? Hoera! Wat is voetbal leuk, zeg! De penvriendin. Peppa en haar vrienden zitten in de klas. Kinderen, wie wil een penvriendin hebben? Ik! Wat is een penvriendin? Een penvriendin is een onbekend meisje waaraan je brieven kunt schrijven. Dit kleine meisje woont in Frankrijk. Haar naam is Eline Ezel. Kan Eline Ezel mijn penvriendin worden? Maar natuurlijk, Peppa. Hoera!
Het is vroeg in de morgen. Meneer Zebra, de postbode, bezorgt een paar brieven bij Peppa thuis. De post! Peppa en George vinden het heerlijk als de post wordt bezorgd. Hij is geadresseerd aan mejuffrouw Peppa Big. Dat ben ik! Mama, wil je hem aan me voorlezen? Natuurlijk. Hij komt van Eline Ezel. Mijn penvriendin! Wat schrijft ze allemaal? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mama, waarom zeg je al die grappige woorden? Dat is Frans, Peppa. Het betekent hallo, hoe gaat het? En wat zegt ze nog meer? Ik help wel. J'aime les princesses et jouer avec mes amis. Knap hoor, papa. Ik ben heel erg goed in Frans. Wat betekent het? Papa Big poetst zijn bril schoon, zodat hij de brief beter kan bekijken. Dit is niks. Allemaal onzin. Het betekent, ik hou erg van prinsessen en speel graag met mijn vrienden. Dat wilde ik dus net gaan zeggen. Ik wil ook Frans kunnen. Misschien kun je met Eline Ezel praten. Hoe dan? Haar telefoonnummer staat hier op de brief. Jippie! Bonjour. Est-ce que c'est possible que Peppa parle à Eline? Mama Big vraagt of Peppa met Eline mag praten. Hallo? Bonjour. Bonjour. Wat moet ik nu zeggen? Comment ça va? Comment ça va? Tot ziens. Au revoir. Au revoir. Wat heeft ze gezegd? Ze praten Frans. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa zegt, hoe gaat het met jou in het Frans? Dinosaurus. Nee, George. Zo zeg je dat toch niet in het Frans? Het is weer ochtend. Meneer Zebra bezorgt een nieuwe stapel brieven bij Peppa thuis. De post! Hoera! Mag ik nu de brief van Eline hebben, papa? Sorry, Peppa, maar vandaag is er geen brief voor jou. Oh. Ik vraag me af wie dat is. Bonjour, ik ben Eline Ezel. Is Peppa ook hier? Hoi, Eline! Bonjour! Bonjour, Peppa. Dit zijn mijn mama, mijn papa en mijn broer Emile. Bonjour. Dit zijn mijn vader en moeder en mijn kleine broertje George. Hallo. Dinosaurus. Dragon. Spreekt u ook Frans, meneer Big? Ik ben erg goed in Frans. Ah, parle de sport. J'adore l'équipe de football. Quelle est votre équipe de vous préférée? Ja. Eline, we kunnen gaan springen in modderpoelen. Eline begrijpt niet wat Peppa zegt. J'adore sauter dans les flaques de boue. Nu begrijpt Peppa niet wat Eline zegt. Alles is zo anders in het Frans, papa. Allee, Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Dat wilde ik dus juist aan jou laten zien. Wij noemen dat op en neer springen in modderpoelen. J'adore op en neer springen in modderpoelen. Iedereen in de hele wereld is dol op en neer springen in modderpoelen. De tandarts. Iedere ochtend poetsen Peppa en George hun tanden. Vandaag gaat de hele familie Big naar de tandarts. Peppa, George, zijn jullie klaar om naar de tandarts te gaan? Ik heb het veel te druk voor de tandarts. Ik moet nodig thee drinken met Daddy. Ja, we hebben het heel druk. Toch gaan we naar de tandarts, want onze tanden moeten schoon en gezond blijven. Oké, papa. George, zijn jouw tanden net zo schoon als deze? George gaat voor de eerste keer naar de tandarts. Jullie hebben allebei mooie schone tanden. De tandarts zal vast heel tevreden zijn. Peppa en George zijn bij de tandarts en ze wachten in de wachtruimte. Oh, wachten is zo saai. Dit tijdschrift is buitengewoon interessant. Het gaat helemaal over aardappelen. Peppa,
George, jullie zijn nu aan de beurt. Hoera! En daar staat Tandarts Olifant. Hallo, Peppa. Heb je je tanden gepoetst? Ja, Tandarts Olifant. Mooi. Goed. Wie wil eerst? Ik ga eerst, want ik ben al een grote meid. Goed kijken, George. Spring maar op de stoel. Hou je vast. Wee! Mond open graag. Nog meer? Graag. Mooi. Laat me eens kijken. Tandarts Olifant gebruikt een spiegeltje om naar Peppa's tanden te kijken. Ik hoop dat je niet te veel snoepjes hebt gegeten, Peppa. Het is best moeilijk om te praten met je mond wijd open. Zo, en klaar. Wat een mooie schone tanden. Ze lijkt erg op mij. Krijg ik nu het speciale roze drankje? Ja, maar niet doorslikken hoor. Netjes uitspugen. George, nu is het jouw beurt. Nee. George wil helemaal niet aan de beurt zijn. Waarom hou je meneer Dinosaurus niet vast, terwijl de tandarts naar je tanden kijkt? Dinosaurus. Leuk kennis met u te maken, meneer Dinosaurus. Het is geen echte dinosaurus. Hij is gewoon van plastic. Hou je vast. Dat doe je heel erg goed, George. En wil je me je tanden laten zien? Maar George wil zijn tanden niet laten zien. George, mondje open. Kijk zo. Daar zijn ze. En klaar. Je hebt mooie, sterke, schone tanden, George. Zijn ze net zo mooi als de mijne, tandarts olifant? Ja. George is er trots op dat hij zulke schone tanden heeft. George, vergeet het roze drankje niet. Oh, wacht eens. Wat zie ik? Wat is er, tandarts olifant? George heeft schone tanden, maar de tanden van meneer Dinosaurus zijn erg vies. Oh nee! Nu is tandarts olifant erg boos op meneertje Dinosaurus. Helemaal niet, Peppa. Maar tanden schoonmaken is mijn werk. De waterdouche graag, mevrouw Konijn. De tandarts gebruikt water om de dinosaurus tanden schoon te maken. De poetser graag, mevrouw Konijn. Deze maakt een beetje herrie. Tandarts olifant poetst de tanden van meneertje Dinosaurus. Roze, roze! Dat klopt, George. Meneer Dinosaurus moet ook van het speciale roze drankje. Jongen, wat heeft u schone tanden, meneer Dinosaurus? Dinosaurus. Wat eng zeg! George is dol op meneertje Dinosaurus. Vooral nu hij zulke schone tanden heeft. De oogtest. Peppa en George spelen met Pedro Pony. Ze gaan in modderpoelen springen. Pedro glijdt uit. Nu is hij zijn bril kwijt. Nee. Ik ben mijn bril kwijt. Zonder zijn bril kan Pedro niet zo goed zien. George heeft de bril van Pedro gevonden. Malle George. Hier is je bril. Dank je. Pedro, waarom moet jij een bril op? Dat moet ik, omdat de opticien dat zegt. Wat is een opticien? Mijn vader is een opticien. Hij kan meten of jij wel goed kan zien. Hoe? Kruipt hij dan soms in je hoofd? Hij doet een oogtest. Zal ik bij jou een oogtest doen? Ja, doe maar een oogtest. Oké. Interessant hoor. Doe één oog dicht en zeg dan wat je ziet. Nu zie ik George. Doe ze nu allebei dicht. Nu zie ik helemaal niks. Ziet helemaal niks? Erg, erg interessant. Ik denk dat je een bril moet. Oh, echt waar? Ja. Pedro, we gaan.
Nee. Tot ziens. Mama, ik moet een bril hebben. Wat? Pedro heeft een oogtest gedaan en nu moet ik een bril. Jouw ogen zijn heus in orde. Nee, mama. Toen ik mijn ogen dicht deed, zag ik helemaal niks meer. Maar niemand kan iets zien met zijn ogen dicht. Oh. Waarom wil jij opeens een bril, Peppa? Pedro weet echt alles van brillen. Zijn papa is opticien. Oké, Peppa. Dan gaan we nu naar de opticien voor een echte oogtest. Dat is goed. George, wil jij soms ook een oogtest? Nee. Peppe is bij de opticien. Nee. En de opticien is meneer Pony. Hallo, Peppa. Ga maar zitten. Wat kan ik voor je doen? Mag ik een oogtest, alstublieft? Geen probleem. Zet deze speciale bril maar op en kijk goed naar de kaart. Meneer Pony gaat nu Peppa's ogen testen. Kan je deze letters voor me oplezen? Oké. A, B, C, D, E, F. Goed. En nu deze cijfers graag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heel erg goed. En nu de kleuren graag. Rood, groen, oranje, blauw, geel en paars. Uitstekend. Terwijl ik de uitslag bekijk, mag jij een bril uitzoeken. Oh, leuk! Wat vind je van deze bril, Peppa? Heel grappig! Hé, kijk, hoe vind je deze dan? Veel te groot. En wat dacht je hiervan? Wauw! Deze vind ik echt leuk, mama. Ja, Peppa. Die staat je fantastisch. Die staat fantastisch. Goed nieuws. Peppa heeft perfecte ogen. Ah, oh, dus ik heb geen bril nodig. Nee. Maar die wou ik zo ontzettend graag. Oh. Wat dacht je dan van een mooie zonnebril? Ja. Een zonnebril. Alsjeblieft. Fantastisch. Ik hoop dat de zon iedere dag schijnt. Dan kan ik altijd mijn zonnebril op. Ja. Zwemmen. Familie Big is in het zwembad. Papa Big heeft zijn zwembroek aan. Mama Big draagt haar bikini. Peppa heeft haar badpak aan. Opschieten, George. We staan op je te wachten. En George heeft ook zijn zwembroek aan. Peppa, George, papa geeft jullie je zwemvleugeltjes. Kijk eens, George. Nu heb je twee hele gespierde armen. Nu ik. Mooi. Dan kunnen we nu het water in. Hoera! Voor George is dit de eerste keer in het zwembad. Doe eerst maar eens één voetje in het water. Misschien werkt je andere voet beter. Misschien werkt het nog beter met allebei je voetjes tegelijk. Goed idee. Goed zo, George. Maar je mag nu wel stoppen met al dat spetteren. Daar komt Kelly Konijn aan, samen met haar kleine broertje, Karel. Hallo daar, Kelly. Hallo allemaal. Karel, als je dit matje vasthoudt, dan kun je de beenslag oefenen. George, wil jij de beenslag ook proberen? Goed zo, jongens. Maar niet zo spetteren. Grote kinderen spetteren niet. Wij zijn al heel goed in zwemmen. Als George en Karel groter zijn, kunnen ze net zo goed zwemmen als wij. Denk je ook niet, Kelly? Ja.
Oh! Karel heeft een speelgoedgietertje. Hou op, Karel. Oh nee, Karel laat zijn gietertje vallen in het zwembad. Mami? Sorry, Karel. Daar kan ik niet bij. Het is echt veel te diep. Mami? Ik kan niet onder water zwemmen. Zelfs ik kan niet onder water zwemmen. Hou jij mijn bril vast, mama Big? Alsjeblieft. Goed gedaan, papa Big. Ik ben best wel goed in onderwater zwemmen. Dat gietertje is echt voor baby's. Mogen we van de duikplank afduiken? Sorry, Peppa, maar duikplanken zijn echt voor volwassenen. Oh. Niet zo somber, jullie. Ik zal er wel afduiken. Gekke papa, je buik is veel te dik. Haha, onzin. Ik heb prijzen gewonnen met duiken toen ik nog jong was. Dat is al een aardig tijdje geleden, papa Big. Ja, maar gelukkig ben ik nog heel fit en sterk. Hou jij mijn bril weer vast, mama Big? Jullie kunnen beter vanaf de zijkant kijken. Wil je ons alsjeblieft niet nat spetteren, papa? Natuurlijk spetter ik je niet nat, Peppa. Ik denk dat ik van de hoge ga. Wees voorzichtig, papa Big. Ja, en niet spetteren, papa. Rustig maar, Peppa. Je mag ons niet nat spetteren, papa. Ik zei toch dat ik niet spetter? Slimme papa. Goed gedaan, papa Big. Een handdoek heb ik niet nodig. Ik heb mijn eigen manier om droog te worden. Papa Big heeft iedereen nat gespetterd. Papa Big. Sorry allemaal. Opa's kleine trein. Peppa en George willen gaan spelen in de tuin van oma en opa. Wat een lawaai. Opa is iets aan het maken. Hallo, Peppa en George. Jullie zijn precies op tijd. Ik ben er net helemaal mee klaar. En mogen we weten wat klaar is? Kom maar kijken. Wauw! Het is een speelgoedtrein. Dit is geen speelgoed. Dit is Gertrude. Zij is een miniatuurlocomotief. Maar heeft ze geen rails nodig om op te rijden? Oh nee, Gertrude heeft autobanden gekregen. Nu kan ze dus overal rijden. Opa, mogen we met Gertrude meerijden? Klim aan boord! Volle kracht vooruit! Tot ziens, oma! Ja, tot strakjes. Peppa en Josh zijn dol op opa's kleine trein. Opa's kleine trein doet tjoek tjoek tjoek, tjoek tjoek tjoek, tjoek tjoek tjoek. Opa's kleine trein doet tjoek tjoek tjoek, heel de dag. En de biggen in de trein doen knor knor knor, knor knor knor, knor knor knor. De biggen in de trein doen knor knor knor, heel de dag. Daar hebben we opa hond en Henkie hond. Hallo! Hallo Henkie! Speel jij nog met speelgoedtreintjes? Spelen? Gertrude is geen speelgoed. Hoe is het met je kleine takeltje? Kleine takeltje? Mijn takelwagen is een degelijk vrachtvoertuig. Opa, mag ik meerijden met de trein? Kies zelf maar, Henkie. Als je liever met treintjes speelt, dan... Bedankt, opa! Zie je straks weer! Mevrouw Konijn bestuurt de schoolbus. En rechts hier zie je de heuvels met bomen. Hallo allemaal! Hallo Peppa! Al Peppa's vrienden zijn nu hier. Mogen we met de trein mee? Ik geef de kinderen hier een educatieve busrit. Zijn treinen educatief? Dat zijn ze zeker.
Hand omhoog als je graag mee wilt rijden met de trein. Ikke! En nu hand omhoog als je liever in de bus wilt blijven. Oké, okay. Jullie mogen met de trein mee en dan rij ik achter jullie aan. Oma's kleine trein doet tjoek tjoek tjoek. Tjoek tjoek tjoek. Tjoek tjoek tjoek. Oma's kleine trein doet tjoek tjoek tjoek. Heel de dag. Wat een grote modderpoel. Ik wil liever niet vast komen te zitten. Kunnen we niet beter omrijden? Het is maar een klein beetje modder. Kom op, Gertrude. Jij kan dit aan, hoor. Kom op, bus. Jij kan dit aan, hoor. De bus zit vast in de modder. O, wartel. Ha, mejuffrouw konijn. Hoe gaat het ermee? Ik zit een beetje vast. Kun je me misschien helpen? Jazeker. Is je takel sterk genoeg? Vertrouw me. Ben ik los? Nee. We hebben een krachtiger voertuig nodig. Kan ik jullie misschien helpen? Ik heb alles onder controle. Bedankt voor je aanbod, hè? Ik heb een idee. De trein van opa Big kan me misschien wel lostrekken. Goed idee, mejuffrouw konijn. Opa's kleine trein gaat de bus achteruit uit de modder trekken. Trek hem maar! Kom op, Gertrude! Kom op, Gertrude! Hoera! Ho, ho, mooi werk! Het is fantastisch wat een speelgoedtrein allemaal kan. Speelgoed? Gertrude is geen speelgoed. Gertrude is de allerbeste trein van de hele wereld. Zoe Zebra, dochter van de postbode. De postbode, meneer Zebra, bezorgt een brief bij het huis van Peppa. Zoe Zebra rijdt vandaag met haar papa mee, want zij wil haar eigen brieven bezorgen. Henkie hond, Susie schaap en Kelly konijn. Ah, Peppa en George. Nu alleen deze nog. Mooi, dan gaan we die meteen bezorgen. Graag, papa. Post! Peppa en George zijn dol op nieuwe post. We hebben 2 brieven. Deze is voor papa Big. Oh, wat spannend. Beste meneer Big, hier is uw telefoonrekening. Oh. Een rekening? Dat klinkt wel heel saai, zeg. Rekeningen zijn heel saai, ja. Mama, is de andere brief voor jou? Nee, deze is voor Peppa en George. Wauw, de brief is voor George en mij. Kom je ook op mijn verjaardagspartijtje? Liefs Zoe Zebra. Zoe Zebra heeft Peppa en George op haar verjaardagsfeest uitgenodigd. Jippie! Nu moet je een brief naar Zoe terugschrijven, zodat ze weet dat jullie op haar feestje komen. Wil je ons helpen met schrijven, mama? Natuurlijk. Peppa en George schrijven Zoe een brief terug. Wat zou je haar willen schrijven? Beste Zoe. Beste Zoe. Maar nu weet ik niks meer. Wat dacht je van, we komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Welke envelop zullen we gebruiken? De rode. Aan Zoe Zebra. En tenslotte nog een postzegel. Nu is de brief klaar om op de post te doen. Hier is de brievenbus. En hier zijn ook Henkie, Susie, Pedro, Kelly en Olivia. En ze doen allemaal een brief in de bus. En daar hebben we Peppa met haar brief. Zo, wat gebeurt er nu? Hallo allemaal. Hallo Peppa. Heb je mijn brief over het feest al gekregen? Ja, en ik heb ook een brief teruggeschreven. Oh, joepie! Kijk nou eens, wat een stapel brieven vandaag. En deze hier is van mij. Hij is heel, heel erg belangrijk. Is die voor mij? Mag ik hem openmaken? Hij is voor jou, Zoe, maar ik moet hem eerst nog officieel bezorgen. Dat hoort met echte post. Oh. En omdat ik vandaag zoveel brieven moet bezorgen, kan ik maar beter beginnen. Mogen George en ik met jullie mee? Klimmen maar in, Peppa en George. Tot strakjes dan.
Peppa en George helpen meneer Zebra met het bezorgen van de post. Dit is het huis van Zoe Zebra. Deze brief hier is geadresseerd aan Zoe Zebra. Aan Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. En Zoe Zebra. Oh, alle post is voor Zoe. Die brief is van mij. Mag ik hem posten? Maar natuurlijk. Peppa is dol op brieven posten. Mama, kijk! Al die brieven zijn voor mij. Wat geweldig. Wil je ze voorlezen? Beste Zoe, ik kom graag op je partijtje. Groetjes, Henkie Hond. Suzie Schaap komt ook graag op je feestje, Zoe. En ook Kelly, Pedro, Olivia, Kaatje. Ze komen echt allemaal. En deze brief is van mij. Er staat, wij komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Iedereen is gekomen voor Zoe's feestje. Fijne dag, Zoe! Wauw, wat een hoop cadeautjes. Dat betekent heel veel bedankbrieven schrijven, Zoe. Oh, en wie zal al die bedankbrieven moeten bezorgen, denk je? Jij dus, papa. Maar ik help je wel. Rotspoelen. Peppa en George gaan met oma en opa Big een dagje naar het strand. Peppa en George zijn dol op het strand. Oh, waar is het zand naartoe? Op dit strand is er geen zand, Peppa. Geen zand? Maar we willen zo graag zandkastelen bouwen. Peppa en George zijn dol op zandkastelen bouwen. Kalm, kalm, George. Niet huilen, vent. Er zijn genoeg leuke dingen te doen op dit kiezelstrand. Zoals wat? Als het laagwater is, blijven er plassen met zeewater tussen de rotsen staan. Die noem je rotspoelen. En in iedere rotspoel is iets speciaals te vinden. Iets dat de zee heeft achtergelaten. Oeh, kijk. Ik zie daar iets glinsteren. Het is een munt. Wauw. Misschien heb je een piratenschat gevonden. Oeh. Laten we alles wat we vinden bij elkaar leggen. Ja, en we bewaren het in de emmer van George. Wat voor verrassing vinden we in deze poel? Er zit geen verrassing in deze poel. Er is altijd wel iets te vinden, Peppa. Kijk maar goed. Oeh, u heeft gelijk, opa. Ja, het is een krab. Oh! De krab knijpt stevig in opa's vinger. Au! Au! Stoute meneer Krab. Kijk, George. Meneertje Krab loopt opzij. George doet net alsof hij een krab is. Peppa wil ook een krab zijn. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Knijp, knijp, knijp. Help! Er zijn twee stoute krabben die me willen knijpen. Knijp, knijp, knijp. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Oh, weg, 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 jullie stoute krabben. Gauw terug naar jullie rotspoel. Ja, we gaan nog een rotspoel bekijken. En wat zie je? Een zeeschelp. Kan je de zee erin horen? Wat bedoelt u, oma? Als je een schelp tegen je oor houdt, dan hoor je de zee. Wauw, ik kan de zee horen. Ik hou van mijn zeeschelp. George, ga jij ook naar een zeeschelp op zoek? Schelp! Dat is geen schelp. Oh. Peppa heeft gelijk. Dat is geen schelp. Wat George heeft gevonden is een fossiel. Wat is een fossiel? Een fossiel is het overblijfsel van een dier dat heel lang geleden leefde toen er dinosaurussen waren. Dinosaurus. Grrr.
Wat zijn rotspoelen leuk! Ja, ze zijn leuk voor ons. Maar niet voor dit kleine visje. Een visje? Waar? Oeh. Arm klein visje. Hij zit gevangen. Oh. Oh. Het kleine visje zegt dat hij terug wil naar de zee. Waarom gebruik je de emmer niet? Om hem te redden. Ja! Peppa redt de kleine vis met haar emmer. Maak je niet druk, kleine vis. Je bent zo weer bij je vriendjes. Tot ziens, meneertje vis. Tot ziens. Ik hou van rotspoelen. Bedtijd. Het is bijna bedtijd. Peppa en George smullen van hun avondeten. Papa Pig. Oh, sorry. Ik ben een beetje moe. Het was een lange dag. George en ik zijn helemaal niet moe. Mogen we in de tuin spelen? Nou, het is al bijna bedtijd. Oh, mogen we nog heel eventjes buiten spelen? Alsjeblieft, mama. Alsjeblieft, papa. Oké. Maar meteen komen als jullie in bad moeten. Ik snap niet waar ze de energie vandaan halen. Peppa en George gaan voor het slapen nog even in de tuin spelen. Kijk, George. Heel veel modderpoelen. Peppa en George hebben hun laarzen aan. Zo kunnen ze goed op en neer springen in modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En George is ook dol op springen in modderpoelen. Kijk, de grootste modderpoel van de wereld. Wat een reusachtige modderpoel, zeg. Peppa, George, in bad. Papa, mama, we hebben de allergrootste modderpoel ooit gevonden. Dat zie ik, ja. Hup, snel in bad. Oh, mogen we nog niet heel eventjes buiten spelen? Nee, het is baddertijd. Jullie zijn zeker al slaperig, hè? Nee, papa. We zijn zelfs nog niet een klein beetje slaperig. Peppa en George zijn dan misschien niet slaperig, maar ik wel. Ik ook. Voordat ze gaan slapen, gaan Peppa en George in bad. Peppa is dol op spetteren. En George is dol op spetteren. Peppa en George zijn allebei dol op spetteren. Dat is wel genoeg gespetter. Jongens, afdrogen en pyjama's aandoen. Oh, mogen we niet nog ietsie-pietsie langer in bad blijven? Baddertijd is voorbij. Nu gaan jullie je tanden poetsen. Voordat ze naar bed gaan, poetsen Peppa en George hun tanden. Goed zo, stop maar met poetsen. Nu hup in bed. Oh, ik denk dat ik nog eventjes moet doorpoetsen. Als je in bed ligt, leest papa Big nog een verhaaltje voor. Hoera! Peppa en George zijn dol op verhaaltjes. Als Peppa gaat slapen, ligt Teddy altijd knus tegen haar aan. En als George gaat slapen, ligt meneertje Dinosaurus altijd knus tegen hem aan. En zijn jullie nu een beetje slaperig? Nee hoor, papa. Dus je mag heel veel verhaaltjes voorlezen. Papa Big zal één verhaaltje voorlezen. Kies maar een boekje uit. Het Rode Apenboek. Oké, dan lees ik het Rode Apenboek voor. Peppa en George zijn dol op het Rode Apenboek. Lang, lang geleden. Oh, sorry hoor, papa Big. Lang, lang geleden was er een rood aapje. En dat rode aapje ging in bad. Daarna poetste hij zijn tanden en ging hij naar bed. En al heel snel lag hij zachtjes te snurken. Slaap lekker, rood aapje. Peppa en George zijn in slaap gevallen. Welterusten, Peppa en George. Slaap lekker.
Nu Peppa en George slapen, gaan papa Big en mama Big wat televisie kijken. En dan is het nu tijd voor Detective Pomfrito. Precies het programma waar ik zin in heb. Detective Pomfrito heeft altijd zin in actie. Hij rent als een haas, springt als een stuiterbal en hij slaapt nooit. Het is bedtijd voor Peppa en George, maar zo te zien is het ook bedtijd voor mama en papa Big. Teddy gaat een dagje uit. Peppa en de familie gaan vandaag een dagje uit en papa Big heeft een picknick gemaakt. Peppa, George, zijn jullie klaar om te vertrekken? Ja, en ik neem Teddy mee. Dinosaurus. Als je je knuffel meeneemt, moet je er wel goed op passen. Ja, mama. Zijn we er klaar voor? Ja, papa Big. Daar gaan we dan. Dinosaurus. George heeft meneertje dinosaurus laten liggen. Oh, George. Wel een beetje op meneertje dinosaurus passen, hoor. Dinosaurus. Zijn we er absoluut zeker van dat we nu echt alles bij ons hebben? Ja, papa Big. Teddy! Ik heb Teddy niet. Waar heb je Teddy gelaten? Ik denk op de keukentafel. Peppa, je moet echt wat beter op Teddy gaan passen. Teddy! Dan gaan we nu echt. Iedereen klaar? Ja, papa Big. Daar gaan we dan. Hier is de picknickplaats. We zijn er. Hoera! Ik hou van deze picknickplek. Het is zo lekker rustig en stil hier. Daar heb je Zoe Zebra met haar vader, meneer Zebra, de postbode. Zebra, heeft u onze post? Oho, nee, vandaag bezorg ik geen post. Ik heb een dagje vrij. Nee, wij komen hier picknicken. Oh, wij ook. Wat leuk. Zullen we één grote picknick maken? Ja. Wat een fantastische picknick. Mogen George en ik alsjeblieft van tafel en met Zoe spelen? Ja hoor, Peppa. Zoe, ik heb Teddy bij me. Ik heb Aapje bij me. Oeh, oeh, oeh. Dinosaurus. Ik heb een speelgoedservies bij me. Zullen we picknick spelen? Oh, kijk, eendjes. Die komen altijd als we hier picknicken. We hebben alsof limonade. En we hebben ook alsof taart. Dit is alsof taart. Het is heel erg lekker. Oh nee, ik denk niet dat de eendjes alsof taart willen. Niet erg. Dan is er meer voor Aapje, meneertje dinosaurus en Teddy. Verrukkelijk. Oeh. Aapje zegt, de taart is echt super. Peppa, George, we gaan naar huis. Tot ziens, Zoe. Tot ziens. Zijn we er klaar voor? Ja, papa Big. En wij gaan ook naar huis toe, Zoe. Goed, papa. Kopjes, bordjes, Aapje, Teddy. Oh nee, je hoort hier niet te zijn, Teddy. Peppa heeft Teddy laten liggen. Alweer. De hele familie Big is weer thuis. Ah, voor vandaag heb ik wel genoeg gereden. Nu wil ik alleen nog maar uitrusten. Op de bank zitten en kijken naar... Teddy! Ik heb Teddy niet! Oh, Peppa. Nu moet papa Big dat hele eind terugrijden naar de picknickplaats. Ja, natuurlijk. Daar is meneer Zebra, de postbode. Ik dacht dat u vandaag een dagje vrij had, meneer Zebra. Ik heb inderdaad een dagje vrij. Maar Zoe moet een speciale bestelling bezorgen voor juffrouw Peppa Big. Alsjeblieft, Peppa. Wat is het? Het is Teddy. Je had Teddy laten liggen. Dus nu brengen wij hem bij je thuis. Dank je, Zoe. Vandaag was wel een heel speciaal dagje uit voor Teddy. Maar Peppa, je moet echt beter op hem gaan passen. Ja, mama. Je bent een hele stoute Teddy. Je moet beloven dat je nooit meer zomaar weg zal lopen. Sorry, Peppa.
dat beloof ik. De garage van opa Hond. Dit is de garage van opa Hond. En daar heb je Peppa en haar familie in hun auto. Hallo Henkie. Hallo Peppa. Wat mag ik vandaag van jullie doen? We hebben benzine, lucht voor de banden en een nieuwe automatische wasstraat. Twee waterijsjes graag. Oh, komt eraan. Bij de garage van opa Hond verkopen ze van alles. Zelfs waterijsjes. Bedankt hoor. Tot ziens. Tot ziens. Ik hou van onze auto. En onze auto houdt ook van ons. Ja toch? Oh nee, de auto doet het niet meer. Dat is niet best. Hij start niet meer. Ik weet iets. Ik bel gewoon opa Hond. Garage, opa Hond hier. Help, onze auto doet het niet meer. Henkie, we moeten een reddingsactie starten. Yippie! Reddingsactie! Reddingsactie! Kijk, daar zijn Henkie en opa Hond al. Hoera! Opa Hond weet alles van auto's. Is het ernstig? Nee, alleen de benzinetank is leeg. En wat doen we nu? In mijn garage heb ik genoeg benzine. Ik sleep jullie wel even. Opa Hond sleept de auto van Peppa mee terug naar zijn garage. En nu doet opa Hond wat benzine in de tank. Bedankt, opa Hond. Daar is Suzy Schaap met haar moeder in hun auto. Hallo, papa. Hallo, Suzy. De benzine was helemaal op. Opa Hond is ons komen redden. Wauw, dat klinkt spannend. Tot ziens, Peppa. Tot ziens, Suzy. Oh nee, alle lucht is uit de band gelopen. Moet opa Hond ons nu ook komen redden? Ik denk het wel. Garage opa Hond hier. Ik snap het. Geen paniek, mevrouw Schaap. Ik kom erop. Reddingsactie! Mag ik ook met jullie mee? Spring er maar in, Peppa. Reddingsactie! Reddingsactie! Hallo, Suzy. Wij zijn er om jullie te redden. Hoera! Opa Hond doet snel weer lucht in de band. Dank u, opa Hond. En daar zijn opa en oma Big in hun auto. Hallo allemaal. Hallo opa Big. Komt u voor benzine of lucht? Nee, bedankt. Ik kom de nieuwe wasstraat uitproberen. Uitstekend. Hij is computergestuurd, weet u. Hallo, ik ben uw wasstraat van de toekomst. Oeh. Eerst even inzeven. Dan afspoelen. En tenslotte even oppoetsen. Wauw! Het spijt me, ik heb een storing. Oh nee, de computer is kapot. En de auto van opa Big zit vast. Ah, doe toch iets, opa Hond. Oh, maar ik heb geen verstand van computers. Mijn papa heeft thuis de computer gemaakt. Nou eerlijk gezegd heb ik hem niet gemaakt. Ik heb alleen... Mooi, dan is dit een werkje voor papa Big. Misschien moet ik hem even uitzetten. En nu weer aanzetten. Papa Big heeft de wasstraat gemaakt. Hoera! Opa Hond is de beste automonteur, maar mijn papa is wasstraatmonteur. De computer van opa Big. Peppa en George zijn bij opa en oma Big. Opa Big! Wat is dat? Een koekoeksklok? Ja, die doet koekoek, koekoek.
Maar hij is kapot. Kun jij hem alsjeblieft weer maken, opa Big? We nemen hem mee naar mijn schuur. Dit is de schuur waar opa Big dingen repareert. Ik zal het binnenwerk bekijken. Opa, nu heb je hem helemaal kapot gemaakt. Oh, misschien heb ik wel een boek over klokken. Ah, kijk eens aan hoe klokken werken. Opa Big heeft de koekoeksklok gemaakt. Hoera! Koekoek, 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 koekoek. Mama Big komt Peppa en George ophalen. Mama, opa heeft de koekoeksklok weer gemaakt. Wat fijn. Wat is dat? Dit is mijn oude computer. Maar die kan ik niet maken. Hij is niet kapot. Ik heb een nieuwe computer. Misschien wil jij mijn oude hebben. Ik weet niet zeker of ik die wel nodig heb, hoor. Oh, een computer. Wat kun je daarmee? Daar kan je letters mee maken. Kijk maar, oma. A, B, C, D. En cijfers. 1, 2, 3. Wij maken hem misschien kapot als we op de verkeerde knop drukken. Oh, maak je niet druk. Hij gaat niet kapot. Geef hem alleen geen melk of koekjes of pudding. Het leukste wat deze computer kan, is blije mevrouw Kip. Als je op deze knop drukt, dan legt ze een ei. Ik ben hier heel goed in. Maar George is de beste. Wat grappig. Misschien moeten wij die computer dan maar houden, oma Big. Tot ziens! Tot ziens! Zullen we misschien even werken op de computer, oma Big? Ja, kom op. We doen wat cijfers en letters. Peppa en haar familie zijn aan het middageten. Ik heb mijn oude computer aan opa en oma gegeven. Wat leuk. Ik ben benieuwd of ze ermee om kunnen gaan. Hallo, u spreekt met Peppa Big. Peppa, ik moet eventjes iets vragen over de computer. Het is opa. Hij heeft de computer kapot gemaakt. Wat is er allemaal aan de hand met de computer, opa Big? Hij zit vol eieren. Eieren? Blije mevrouw Kip wil geen eieren meer leggen. Ik ben kapot. Zet de computer uit. En zet hem nu maar weer aan. Doet hij het weer? Ik ben heel erg kapot. Dat klinkt niet goed. Misschien is hij vastgelopen. We komen hem wel ophalen. Oma, we komen de computer ophalen. Oh, opa Big is er mee naar de schuur gegaan. Zo, nu moet hij het doen. Ik ben gemaakt. Hoera! Mijn opa is de beste in dingen maken. Was het moeilijk om hem te maken? Helemaal niet. Ik vond toevallig dit boek. Hoe computers werken. Dus je wilt niet dat wij de computer meenemen? Nee, ik heb hem nodig voor belangrijk werk. Voor werk met cijfers en letters? Nee, om het blije mevrouw Kip-record van oma Big te verslaan. Ik heb 4020 eieren gelegd. Wauw! Dus ik heb nog wel wat werk te doen. Dat kan beter. De blokhut van de kerstman. Het is kerstavond. Steek je hand omhoog als je graag de kerstman wilt zien. Ja, ik! Maar papa, moeten we dan naar de Noordpool? Nee, iets dichterbij, Peppa. Ja, maar de kerstman, die woont toch op de Noordpool? Gelukkig voor ons heeft de kerstman ook een blokhut op de kerstmarkt. Peppa en George gaan naar de blokhut van de kerstman. Hallo allemaal! Hallo! Stap maar in de elfentrein. Op naar de blokhut van de kerstman! Susie, welk cadeau ga jij dit jaar aan de kerstman vragen? Ik weet het niet. Wat ga jij aan hem vragen? Ik
Ik wil graag een pop die kan praten en lopen en haar oogjes dicht kan doen als ze gaat slapen. Oh, dat vraag ik ook. Hoe kan de kerstman eigenlijk onthouden welk speelgoed iedereen wil hebben? Hij maakt een lijst. Zijn slee moet wel heel snel zijn om heel de wereld rond te gaan in één nacht. Het is een superslee! De kerstman is ontzettend oud. Hij is honderden jaren oud. Zelfs nog ouder dan mijn vader. De blokhut van de kerstman. Oh. Ho, ho, ho. Hallo allemaal. Hallo meneer de kerstman. Zijn jullie lief geweest? Ja. Is jullie kamertje altijd netjes opgeruimd? Ja. Die van u ook? Hohoho, natuurlijk. Goed, kom nu maar eens vertellen wat jullie voor kerst willen hebben. Mag ik alstublieft een voetbal? Een xylofoon. Een vlooienspel. Een goocheldoos, alstublieft. Een raceauto. Boem. Een stuiterbal. Boing, boing. Een trein, alstublieft. Speelgoedtrein? Nee, geen speelgoedtrein. Ik bedoel een echte trein. Zo eentje die kan rijden met heel veel mensen erin. Hoho, ik zal kijken wat ik kan doen. Is iedereen geweest? Nee, wij zijn nog niet geweest. Oeh, het spijt me. En hoe heet jij? Ik ben Peppa Big. Wij kennen elkaar toch al? Ach ja, wat leuk om je weer te zien, Peppa. Wat wil jij graag hebben voor kerst? Ik wil graag een pop die kan praten en lopen en haar oogjes dicht kan doen als ze gaat slapen. Alsjeblieft. Voor mij hetzelfde graag. Uitstekend. U weet toch wel waar ik woon, hè, kerstman? Oh ja. Hoe oud bent u? Hoho, ik ben honderden jaren oud. Dat zei ik toch? Tot ziens, meneer de kerstman. Vergeet geen pasteitje voor me neer te zetten. En een drankje, dat weten we. En een sappige wortel voor het rendier. Hoho, Peppa en haar familie zijn op de terugweg van de kerstmarkt. Papa, waarom zitten onze koffers in de auto? We gaan met de kerst uit logeren bij opa en oma. Oh nee, want dan weet de kerstman niet waar we zijn. Rustig maar, Peppa. De kerstman weet altijd alles. Oma Big, het is bijna kerstmis. Ja, en ik heb een heel belangrijk klusje voor jullie twee. Roer de kerstpudding goed door en doe een wens. Peppa en George doen een wens. Een raceauto. Oh, dat mag je niet hardop zeggen. Hier zetten we het pasteitje en een drankje voor de kerstman neer. En een sappige wortel voor het rendier. Wie zou dat zijn, zo laat op de avond? Aan de deur wordt niet gekocht. Fijne vrolijke kerstfeest, lekker met elkaar. Een kerstkoortje. Dingen pakken sneeuw in deze tijd van jaar. Oh, vrolijk kerstfeest. Het is bedtijd voor Peppa en George. Dit was vroeger mijn kamer toen ik nog een biggetje was. De kerstman weet toch zeker wel waar opa en oma wonen? Of niet, mama? Jazeker, hij is hier al heel vaak geweest. Slaap lekker, Peppa. Slaap lekker, George. Peppa en George zijn in slaap gevallen. Als ze wakker worden, is het eerste kerstdag. Bubblekous. Het is een mooie, zonnige dag en Susie Schaap komt spelen bij Peppa. Hallo, Susie. Hallo, Peppa. Peppa en Susie zijn beste vriendinnen. Raad eens wat ik gisteren heb meegemaakt. Gisteren ging ik naar de eendenvijver en ik zag mevrouw Eend. Nou, gisteren. En daarna ging ik naar de supermarkt met mama. We kochten brood, wortels en... Wat is er? Je praat te veel. Jij doet bla 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 bla. De hele tijd bla bla bla. Mama, Susie zegt dat ik te veel praat. Je bent wel een beetje een babbelkous, Peppa. Babbelkous, precies ja. Babbelkous hier, babbelkous daar. Babbel, babbel, babbel. Jij stopt helemaal nooit met praten. Ik kan echt makkelijk stoppen met praten als ik dat wil, hoor. Dat kan je niet. Dat kan ik wel. Kan je niet. Kan ik wel. Niet dus. Wacht maar af. Ik ga nooit meer praten vanaf nu.
Hallo, Suzy. Hallo, Peppa. Hallo, Zoe. Wat zie je er leuk uit. Dank je wel, Suzy. Dit is mijn nieuwe jurk. Waarom praat je eigenlijk niet, Peppa? Ja, waarom praat je niet, Peppa? Dit is een stom spelletje. Welk spelletje doen jullie? Suzy zei dat ik een babbelkous was en dat ik nooit stil kon zijn. Je bent nu anders ook niet te stil, hè? Of wel? Goed, ik ga vanaf nu echt nooit meer praten. Ik begin nu. Hallo allemaal. Hallo Henkie. Hallo Henkie. Hey, wat is er met Peppa aan de hand? Ze gaat niets meer praten. Oh, wie wil er een druif? Ikke. Ikke. Niet met je hoofd knikken. Dat is vals spelen. En je mag ook niet knipperen. Hallo allemaal. Hallo Pedro. Hey, wat is er met Peppa? Ze gaat niet meer praten. Echt nooit meer. Waarom? Omdat ze veel te veel praat, Pedro. Ik praat helemaal niet te veel. En trouwens, weet je hoe jij altijd loopt? Oeh, kijk mij eens. Ik ben Suzy Schaap. Snap je wat ik bedoel? En je praat altijd zo. Mickey, Mickey, boe, ba, boe. Zo doe ik helemaal niet. Zo ben je wel een beetje, Suzy. Jij maakt net zoveel herrie als ik. Ik kan heel stil zijn, hoor. Dat is echt niet makkelijk. Dat is ook niet moeilijk, Peppa. Oké, doe jij het dan eens voor? Laten we het allemaal doen. Kom, dan gaan we naar mijn moeder. Mama, wij gaan allemaal stil zijn. Ja, heel erg stil. Zo erg stil dat je iets op de vloer kan gooien en het hoort. Zo stil als een muis. Jullie zijn helemaal niet stil. Jullie maken allemaal juist veel herrie. We kunnen heel goed stil zijn, als we het maar willen. Begin dan met stil zijn. Over 3 tellen. 1, 2... Ik ben nog niet klaar. Oké. Op plaatsen. En klaar voor de start. 3. Hallo, ik ben thuis. Oeh, ik dacht dat er niemand thuis was. Peppa en haar vrienden spelen dat ze stil moeten zijn. Het is geen spelletje, het is heel hard werken. Oh, Peppa. Peppa kan zich niet inhouden en moet praten. Oh, papa, ik denk dat ik een echte babbelkous ben. Dat is helemaal niet erg hoor, Peppa. Het is goed om te praten. Eigenlijk vind ik dat jij heel goed in praten bent. Precies. Ik ben inderdaad ook heel goed in praten. Ik ben ook heel goed in praten. Dat is helemaal niet waar. Ik ben hier de babbelkous. Ik ben veel meer een babbelkous dan jij. Jullie zijn allebei babbelkousen. Ja, dat klopt. Daarom zijn we beste vriendinnen. Bubble, 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 Peppa is dol op praten. Bubble, bubble, Suzy is dol op praten. Iedereen is dol op praten. De verjaardag van Olaf Olifant. Meneer Zebra de postbode bezorgt een brief bij Peppa thuis. Oh, kijk. Er is een uitnodiging voor een feestje. Die is vast voor mij. Er staat aan George Big. Van Olaf Olifant. Wil je op mijn feestje komen? Maar staat toch vast en zeker George en Peppa? Nee, alleen George. Ik had toch al helemaal geen zin om naar zo'n stom babyfeestje te gaan. Hallo? Oh, het is voor jou, Peppa. Het is Olivia Olifant. Hallo? Hallo, Peppa. Wil je naar het feestje komen van Olaf als mijn vriendin? Oh ja, heel graag. Mijn moeder wil graag dat we helpen met de kleintjes. Helpen? Ja, ik kan helpen. Henkie en Suzy komen ook mee helpen. Oh, joepie! Iedereen komt op het feestje van Olaf Olifant. Oh, daar zijn alle helpers. Hallo, mevrouw Olifant. Dan kan het feest nu beginnen. Wie heeft er zin in stopdans of muziek? Ja! Kijk jongens, zo moet je het doen. Je danst mee als je de muziek hoort. En als die stopt, opgelet, bevries je als een standbeeld. Klaar voor de start? Af! Ja, beginnen jullie nou nog te dansen? Jij knippert met je ogen.
jij bent af. Oren, ogen, pijn. Jij beweegt nog, George. Jij bent af. Karel en Olaf zijn ook af. Dan is Sasa dus de winnaar. Hoera! Jij hebt de medaille. Hij is gemaakt van echt plastic goud. Mama, we zijn klaar met stopdansen op muziek. Mooi zo. Nu is het tijd voor pakje doorgeven. Ja! Als de muziek klinkt, geven jullie het pakje door. Maar als de muziek stopt, haal je er wat papier vanaf. Klaar voor de start af. George, geef het pakje nou door. Olaf heeft een medaille. Schiet eens op, Karel. Ja, haal er maar wat papier vanaf. Karel heeft een medaille. George heeft een medaille. Geef het pakje door. Oh nee, George geeft het pakje niet door. Nee, George, die medaille is van Zaza. Het is een reuzenpanda. Olaf heeft gewonnen. Mama, we zijn klaar met pakje doorgeven. Heel fijn. Dan is het nu tijd voor lekkers. Hoera! De helpers hebben alle stoelen bezet. Vergeet niet dat dit Olaf's feestje is. De helpers mogen eten na de kleintjes. Oh ja! Wij zijn de helpers. Sapgraag. 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 Puddinggraag. Pudding, pudding. Nog een beetje. Fijne verjaardag, Olaf. Fijne verjaardag, Olaf. Het feestje is afgelopen. Alle helpers, bedankt. Jullie hebben allemaal hard gewerkt. Ja. Het is niet makkelijk om op kleine kinderen te passen. Ik moet even gaan liggen. Ik ben toe aan vakantie. De schildpad van dokter Hamster. De kinderen zijn op school. Kinderen, dokter Hamster komt vandaag iets vertellen. Hallo allemaal. Hallo dokter Hamster. Dokter Hamster is een dierenarts. Weet iemand wat een dierenarts doet? Nee, die helpt ziekenhuisdieren beter te maken. Inderdaad. En ik heb wat huisdieren mee om te laten zien. Oh. Dit is Pietje, de parkiet. Hallo Pietje. Wow. Mag ik Pietje aaien? Ja, maar wel zachtjes. Hij voelt pluizig. Dat zijn zijn veren. Daarmee kan hij vliegen. Pietje blijft in beweging door vaak te vliegen. Wat heeft Pietje nog meer nodig om gezond en fit te blijven? Hij moet goed eten. Ja. Hij moet drinken. Inderdaad. Hij moet ook ademhalen. Ja, goed hoor. Hij moet slapen. Uitstekend. Sorry, mevrouw Gazelle. Ik heb me verslapen. Oh, Pedro. Jij houdt erg van slapen. Ja, mevrouw Gazelle. Hier is een huisdier dat ook van slapen houdt. Het is een schildpad. Dat klopt, ja. En hij heet Sibbe. Hallo, Sibbe. Sibbe heeft de hele winter liggen slapen. Oh. Waarom heeft hij zo'n schildding op zijn rug? Dat schild is zijn huis. Daar verstopt hij zich in als hij bang is. Wil jij hem even aaien? Ja, graag. Niet bang zijn, Sibbe. En hoe oud is Sibbe? Sibbe is 33. Net zo oud als mijn moeder. Ja, maar schildpadden kunnen
wel 100 jaar oud worden. Dat is zo oud als mijn opa. Waarom is hij zo langzaam? Hij moet zijn huis op zijn rug dragen. Dokter Hamster? Ik geloof dat Sibbe gaat ontsnappen. Hij komt niet ver. Omdat hij zo langzaam is. Ik heb nog iemand voor jullie meegenomen. Dinosaurus. Oh, George. Jij zegt altijd alleen maar dinosaurus. Oh, het is echt een dinosaurus. Oeh. Ze is geen dinosaurus. Haar naam is Holly en ze is een hagedis. Hallo, Holly. Ze heeft schubben, net als een draak. Kan ze ook vuur spuwen? Nee, maar ze heeft wel een superlange tong. Wauw! Slaapt zij ook de hele winter, zoals Sibbe? Nee. Oh, waar is Sibbe? Sibbe! Oh nee, Sibbe de schildpad is weggelopen. Rustig maar, dokter Amster. Wij gaan Sibbe zoeken. Is hij in het muzieklokaal? Sibbe is niet in het muzieklokaal. Is hij in het speelhuis? Sibbe is niet in het speelhuis. Verstopt hij zich tussen de jassen? Sibbe verstopt zich niet tussen de jassen. Ik kan de geur van Sibbe ruiken. Hierheen! Victor Vos kan heel goed ruiken. Daar is Sibbe! Sibbe zit in een boom. Oh, we hebben hulp nodig. Dit is de brandweerkazerne van mejuffrouw Konijn. Oh, er is brand! Er is brand! Met de brandweer! Waar is de brand precies? Er is geen brand. Sibbe zit in een boom. Wat? Alweer? Noodgeval! Noodgeval! Schildpad in een boom! Ik snap niet waarom jij zo graag in bomen klimt. Je bent een schildpad. Achteruit! Sibbe! Kom maar, Sibbe. Hoera! Bedankt, mevrouw Konijn. Ik doe alleen maar mijn werk. En mijn werk is voor huisdieren zorgen. Waar zijn Pietje en Holly? Oh, ik weet het niet. Aho, hier zijn ze. Veilig en wel. De braamstruik. Peppa en haar familie zijn bij opa en oma Big. Vandaag ga ik voor jullie een appel- en bramentaart maken. Lekker! En als dappere ontdekkers mogen jullie het fruit voor me plukken. Ai, ai, oma Big. We hebben mandjes voor de appels. En we hebben emmers voor de bramen. Eerst komt het makkelijke deel. Appels plukken. We tellen tot 3. Dan gaan we schudden. 1, 2, 3. Nu gaan we bramen plukken. Waarom kan het niet gewoon een appeltaart worden? Omdat bramen ook erg lekker zijn, opa. Oké, nu het moeilijke deel. Kijk, dit noem ik nog eens een bramenstruik. Deze struik stond hier al toen ik nog een biggetje was. Het is een woekerend onkruid. Ik had dat jaren geleden weg moeten halen. Opa, waarom vind je hem dan niet leuk? Ik vind het niet prettig hoe hij naar me kijkt. Gekke opa, het is maar een onschuldige struik. En hij zit vol met overheerlijke bramen. George heeft een paar prachtige, sappige bramen gezien. Ah! Voorzichtig, George, anders kom je nog vast te zitten. Ja. Ik heb een stok om bramen te plukken waar je moeilijk bij kunt. Slimme opa! Maar de allerbeste bramen zitten helemaal bovenin. Daarom heb ik de ladder meegebracht. Leun niet te ver voorover, mama Big. Rustig maar. Ik klom al in deze bramenstruik toen ik nog een klein meisje was. Ja, maar je bent nu geen klein meisje meer. Ik weet wat ik doe, hoor. Oh nee, mama Big is in de bramenstruik gevallen. Mama, kan je er nog uit? Nee, ik zit vast. Je zit vast in een struik met dorens, net als door een roosje. Wat? Ooit, heel lang geleden, was er een prinses en ze heette door een roosje. Op een dag viel ze in slaap in een struik vol dorens. En ze bleef daar 100 jaar lang. Ja, wat een leuk verhaaltje, Peppa.
Daar is Susie's schaap. Hallo, Peppa. Hallo, Susie. Mijn moeder zit vast in een braamstruik. En ze blijft daar wel 100 jaar. Net als de Roosje. En dan wordt ze gered door een knappe prins. En die geeft haar een kus. Mijn moeder beleeft nu een avontuur. Kon mijn moeder maar zulke avonturen beleven. Kan iemand een manier bedenken om mij hieruit te krijgen? Rustig maar, mama. Over 100 jaar zal je door een knappe prins gered worden. Ik zal die knappe prins zijn. Opa Big, mag ik even deze snoeischaar lenen? Natuurlijk mag dat, dappere heer, papa Big. Achteruit allemaal. Pak aan, jij lelijke doornstruik. Hoera! Mijn prins. Mijn prinses. Ja, maar u moest daar toch 100 jaar blijven zitten? Dit was al lang genoeg, dank je. Mama is nu een bramenstruik geworden. Ik dacht dat dit soort dingen alleen mij overkwam. Sta stil terwijl wij je plukken. Nu gaan we al dit fruit naar oma Big brengen. Oma, oma, mama heeft een avontuur beleefd. En toen viel mama in de struik. Ze zag er best gek uit. En ze riep heel hard, ah, help me, help me. En toen kwam papa en die heeft haar gered. Afgelopen. Dank je, Peppa. Ik denk dat we dat verhaal nu vaak genoeg gehoord hebben. Maar het is grappig. Ik geloof dat ik in mijn hele leven nooit meer een braam wil zien. Dus je wilt geen stukje appel- en bramentaart proeven? Nou, wat heerlijk. Mama Big is dol op appel- en bramentaart. Iedereen is dol op appel- en bramentaart. Peppa Big. Peppa Big.